En toen sprak Ramona de legendarische woorden: Joh, ga maar gewoon meedoen. Je zal de productiewaarde wel herkennen. Nou, ja. uh, <laughs> ik kan niet anders zeggen. Ramona had helemaal gelijk. Ja. Dit is een triathlon zoals ik nog nooit beleefd heb. Alles is echt wel op een soort ander niveau. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik. Man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren tijdens de Ironman West Friesland. Een race report. Op zondag 23 juni 2024 stonden vier uitverkoren atleten van het slimmer presteren podcastteam al om vijf uur ochtends naast hun bed. De Ironman 5150 triathlon West-Friesland wacht immers op niemand. Hoe verging het ze in horen en omgeving? Welke unieke ervaringen deden ze tijdens de race op? En hebben ze nog nieuwe lessen voor hun volgende triathlon geleerd? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey, hey, goedemorgen. Kenis. Goedemorgen. Wat heb je een mooi shirt aan. Dankjewel. Ja, en een helemaal. prachtige dikke medaille om je nek hangen. Ja, helemaal zelfverdiend hè. J ja. Jij bent een Ironmaniker hè. Ja, ik ben een Ironmaniker. Lekker jongen. Ja. Oftewel, jij hebt uh, de kwart. Afstand op een, uh, van een volledige triathlon. Olympische afstand. Olympische hè? afstand. Ja. Oh ja, want de kwart is dan iets minder zwemmen. De ja, heel goed. Ja. Olympische afstand uh, triathlon. De 5150. En, ja, zo ja. heet dat. Afgelopen zaterdagavond in de voorbeschouwing waren we nog aan het klooien. Waar komt dat vandaan? Maar dat is eigenlijk natuurlijk heel simpel. 1500 meter zwemmen plus 40 kilometer fietsen maakt 4150. Daar nog 10 kilometer bij hardlopen. Ja. Heb je 51, 50, 50 in afstand. Ja, um, Ik refereer er al naar. Uh, dit is een onderdeel van een setje. Als je dit later in de toekomst luistert. Wij hebben een paar dagen eerder op zaterdagavond voor de wedstrijd een voorbeschouwing gemaakt. Als die nog niet geluisterd hebt. Misschien is het leuk om die eerst te luisteren. Dan zie je een soort van het verhaal compleet. Als je die al wel geluisterd hebben, uh, Dan ga je in deze aflevering ontdekken. Hoe Jurgen, ik... Maar ook Marlies en Marco die met ons mee waren op uitnodiging van de stichting West Friesland Events. Zal ik zo nog iets over toelichten. Uh, hoe wij het ervaren hebben zondag. Vooral wat voor ons de momenten of de beelden waren die we, waaraan we deze triathlon gaan herinneren. En ook uh, of we nog iets geleerd hebben. Ja. Ja. Wat is er gebeurd afgelopen zondag? Dus um, laten we even met het begin beginnen. Ik heb een beeld voorgeschakeld voor de kijkers op YouTube. En je kan deze aflevering ook goed op YouTube kijken, denk ik. Want links en rechts wat mooie beelden. Um, daar zien we drie foto's. Jurgen, beschrijf eens wat zie je? We zien uh, ons, ons vieren in het uh, ja, pittoreske Horen. Nou, echt uh, Hollands plaatje. Dat zie je meteen. Hè. De luchten uh, uh, zijn uh, Hollands. Blauw met mooie witte wolken. En op de achtergrond, uiteraard, water. De haven van uh, Horen. En uh, ja, dan moesten wij natuurlijk op zaterdag zijn, omdat het uh, nou eenmaal je fiets al de dag van tevoren daar gestald moet worden. Ik vond dat in eerste instantie overdreven, maar ik snap nu wel waarom ze dat zo doen. Uh, het betekent ook dat je niet op omdat start zochtens uh, vroeg is de volgende dag dat we besloten van is het wel handig om daar te verblijven in de buurt. Ja. Nou en dankzij jou Gerrit, jij gaat dan op zoek naar mooie overnachtingsplekken. Die heb jij zeker gevonden in ja, uh, een moest... blik op de camping. Ja, ik moest hard zoeken hoor, want ja. er was eigenlijk niks meer te krijgen. Vol. Het was ja. druk. Ja. 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 Dus, uh, maar ja, uh, geweldig uh, mooie omgeving. Jammer van alle beesten die er zaten. Met je name hebt... muggen en Mug... kikkers. Muggen en kikkers, en, muggen en kikkers naaien, hebben ons... Uh, alles s uh, uh, ja. wat je uit de slaap kan houden... dat gebeurde ook. Plus een uh, stukje wedstrijdspanning, denk ik. En de laatste foto rechtsonder... daar zie je ons toch alle uh, vier... heel happy, blij, trots... met een medaille om uh, op het uh, podium... Van, uh, ja, van de 50-150 van, uh, van op de achtergrond. Ja. Want er zijn ook nog echte prijzen gewonnen. Want ik zie drie man zelfs met een, uh, iets in hun handen staan. ja, ja Marlies was uh, tweede vrouw overall. En uh, winnares in haar leeftijdscategorie. Want dat is hoe dat werkt. De prijzen worden uitgereikt in uh, leeftijdscategorieën van vijf jaar. Hmm. Uh, en daardoor kunnen ze lekker veel mensen op het podium zetten. Dat is ook weer slimmer ja. marketing. Ja. Er wordt veel slim gedaan in dit evenement. Um, ik was uh, de tweede man in de categorie 40-44. En Marco was de derde man ja. in de categorie uh, 50, uh, nee, 55 uh, tot uh, 59. Die categorie heb jij ook in ja. geweest. En je was zwaar vijfde, Ik jorger. was gewoon vijfde. Ja, ja knap. Ja, ja, ja knap. nee, daarom net buiten het podium, zeg ik dan eigenlijk. Als Marco er niet was geweest of iets anders, ja, dan. Uh, ja, groot wie succes. weet. Ja. Hey, even een kleine cliffhanger voor de luisteraars die moeten besluiten of ze dit helemaal uit gaan luisteren. Heb jij iets geleerd in deze race? Ik heb zeker wat geleerd, ja. Okay, ja het nou, is een dat... uniek, voor mij een unieke race. Was ja, het nou, dan ja. blijf luisteren. Ik heb ja. zeker ook ik heb een avontuur. Ik moet uitleggen waarom mijn uh, linker onderarm <laughs> een grote rode lekkere korst op zit. En ik heb wel meer uh, butsen en builen. Um, maar voordat ik dat doe, toch even de context uh, van deze race. Ik heb het al een paar keer gedropt, maar ik vind het toch belangrijk om te benoemen. Wij zijn uitgenodigd. De Slimmer Presteren podcast is uitgenodigd door de Stichting West-Friesland Events. Dat is de stichting van de zeven gemeentes waar dit parcours doorheen gaat. Die hebben samen deze stichting opgericht ter promotie van de regio West-Friesland. En die zeiden, nou, om die, eh, dat doen we door Ironman er naartoe te halen. Ook andere evenementen naar die regio te halen. En om dat evenement dan weer wat extra bereik en zichtbaarheid te geven... nodigen we de Slimmer Presteren podcast uit. En wij mochten niet alleen zelf meedoen... Maar we, hebben ook, uh, we hadden twee tickets voor luisteraars. Nou, trouwe luisteraars hebben gehoord, die kon je winnen. Marco en Marlis waren heel slim, zowel op Instagram als Strava, om heel veel uh, duimpjes en kudos te verzamelen. Dus die wonnen en mochten mee. Uh, betekent dus ook dat wij geen inschrijfgeld hebben betaald. Die overnachtingen hebben we wel uh, in Medeblik we betaald. Maar dat is wel belangrijk, want. Om mee te mogen doen, Jurgen, uh, had ik, hadden we natuurlijk met die stichting uh, deze samenwerking. Toen moest ik ook even bellen met de marketing manager van Ironman Europe. En uh, de race directeur, die we zo ook even horen. En toen vond ik het toch belangrijk om tegen deze Ramona te zeggen: Ja, Ramona, ik ben in de afgelopen jaren. Uh, trouwe luisteraars zullen het herkennen. Best wel, nou op zijn minst sceptisch geweest over het hele Ironman gebeuren. Want ik vind het vooral duur. Ja. En, uh, en volgens mij hoeft triathlon niet zo duur te zijn. Ik wil me wel het recht houden om dat te mogen zeggen. En toen sprak uh, Ramona de legendarische woorden. Joh, ga maar gewoon meedoen. Je zal de productiewaarde wel herkennen. Nou, ja. uh, <laughs> ik kan niet anders zeggen. Ramona had helemaal gelijk. Ja. Dit is een triathlon zoals ik nog nooit beleefd heb. Alles is echt wel op een soort ander niveau. Komen we zo in het verhaal tegen. En ik wil ook even dat geld ding in één keer parkeren. Namelijk... Ik had op een gegeven moment de volgende metafoor in mijn hoofd. Als je naar een duur restaurant gaat, dan kost dat ook veel geld. En dan verwacht je ook dat je ziek tafellaken krijgt, Ziek ja. bestek, veel bestek, meerdere gangen, ziek eten. Dat doe je niet wekelijks. Hè? Dat is een speciale gelegenheid, dan ga je daar naartoe. Als je daar naartoe gaat, moet je daar niet gaan zeuren dat het zo duur is. Ja. Dus volgens mij ligt er een keuze, nou, als je een keer jezelf wil verwennen. Nou, dat, kun je nee, zeker. Helemaal niet eens. En wij hadden het ook in de auto terug over waarom, waarom jeukt of stoort ons dat dan een beetje, Jurgen? Dat hebben we volgens mij ook wel helder. Toch? En dat is het fenomeen dat wij als triatleten, die dit als sport beoefenen, het zonde zouden vinden als de perceptie van het merk Ironman ja. gelijk komt te staan aan de sport -triathlon. Ja, daar begin ik niet aan, want het is gewoon een dure sport. Als ja. mensen dat denken. En dat, uh, ja, eigenlijk denk je, hoezo? Het is gewoon zwemmen en uh, fietsen en lopen. Dat kunnen we allemaal. De fietsen hebben we allemaal, noem maar op. Ja. En natuurlijk, ja, er moet wel wat verkeersregelaars zijn, et cetera. Nou, maar dat... ja, dat, uh, dat is wel zo, denk ik. Uh, alleen maar dat ik denk dan ook terug. Ja, dat heb je met marathons natuurlijk ook. Ja, ja ik heb me ook druk zitten maken natuurlijk, toen ik met, met Rotterdam 100 euro uh, moest neerleggen. En dan hoor ik nog ja, maar dat valt nog mee, reuze mee. Jurgen is in ja. Londen of ga ze in New York meedoen of zo. Dan is het ja. dus ja, een uh, andere leak, inderdaad. Maar nou, dat he, en terug. volgens mij je. Uh, m, nou, ik kan me best voorstellen en dat ga je hopelijk in de uitzending horen. Ik heb ik heb wel zo genoten. Dit doe je niet Ik ben op dit moment ja. wekelijks aan het uh, ja. race. Ja. Ik ga niet wekelijks naar een uitzending. Maar Eén keer in de één, twee jaar jezelf een keer tracteren ja, op een moment. Man. Dat is wel een concept. Ja, ja. Want hetzelfde wat jij beschrijft, had ik ook. Een van de redenen waarom ik vorig jaar me niet heb ingeschreven. Dus ja, moet ik ook nog een dag eerder daarheen ja. inchecken, overnachten. Ja. Uh, maakt het natuurlijk nog kostbaarder. Tegelijkertijd heb ik nu wel door, ja, maakt het ook wel een stukje leuker. Ja. Toch? Want ja. het is wel ja. echt gewoon een weekend weg. Klopt. Dus uh, nou ja, nee, dat is het ook. En dat zie je dus. Mensen gaan makkelijk uh, vier nachten daar zitten. Ja, juist helemaal omdat als je internationaal ja, gereisd hebt. En die zijn er heel veel inderdaad. Dus uh, nee, dit had ik helemaal niet zien aankomen eigenlijk. Uh, en en uh, ja, ik dacht Ironman, oeh, dat is ook uh, hard, prestatief. Uh, alleen maar superatleten Maar daar ben ik helemaal van teruggekomen. Ja. In ieder geval in onze categorie is het juist... Gezellig, low-key, laagdrempelig. Mensen die waarschijnlijk denk ik, maar ja, dat weet ik niet, de cijfers die, die weten we niet precies. Ja, hun eerste en misschien wel enige triathlon willen doen. Of denken van ik wil eens ook in iets doen. Nou, dan moet je een Ironman doen. En uh, ja, dit helpt wel eigenlijk. Ja. Door, uh... En laten wij er maar de hoop hier uitspreken dat die mensen door Ironman in aandacht ja. komen met die sport. En dan ontdekken ja. dat er ja. allerlei triathlonverenigingen Precies. en kleinere lokale ja. triathlon-events zijn. Dat kan ook in andere omgevingen, ja. in groene omgevingen. Omgeving, maar, omgeving. maar wel met minder publiek, denk ik. Ja, dat, dat denk ik dus, ook. De sfeer uh, was uh, fantastisch. De ja. uh, faciliteit ja. fantastisch. Uh, West-Friesland, ben jij daar wel eens geweest? Ben ik er wel eens geweest? Uh, ja, maar... Hoe goed ken ik het van het schaatsen eigenlijk? Als er ooit ijs lag, in uh, Nou, dat is een tijdje geleden, ja, veel ja, best wel veel geschaatst. Nou, ja, het is wel het typische landschap: Hollandse landschap, uh, behoorlijk vlak groen, uh, dieren in de wei, schapen, koeien, uh, slootjes, veel water. Ja, en mooie haventjes. Ja, zo uh, herinneren we dat wel. En ja, dat, dat uh, is het. ja, Horen, Enkhuizen, Medemblik, waar wij dan zaten. Dat is. Ja, is toch wel heel mooi. En ik... een beetje in dat van, van zeiltripjes of zo. Ja, precies. Je, Aan daar... het IJsselmeer. Ja. Ik was er nog nooit geweest tot eigenlijk eerder dit jaar mocht ik presentator zijn bij zo'n uh, bij een aantal van die Rabo club support avonden. Eén daarvan was in het oorlogsmuseum in Medemblik. Ah, ja. Dus ja. toen kwam ik al een keer in Medemblik. Ja. Het viel me op dat er uh, onder de West-Friesen lijkt er veel gemeenschapszin, ja. Ze zetten samen de schouders eronder. Ja. En ik denk dat dat misschien ook wel de vibe is die we afgelopen weekend gevoeld hebben. Um, voor jou was het, ja voor mij trouwens ook, maar ik had het gevoel dat voor jou het ironman je ja. nog nieuwer was ja. dan voor nee, mij. Ik uh, stelde nogal uh, naïeve en ja. misschien wel domme uh, ja. vragen natuurlijk. Ja. Dit is de Ironman ja. van Nederland tegenwoordig. En uh, om uh, je een beetje in te leiden en wat context te geven, heb ik zaterdagmiddag nog even kort gesproken met de race director, Loek Scheurs. We hebben 2100 inschrijvingen op de 70,3 de halve afstand, dus uh, 1,9 kilometer fietsen oh, zwemmen, sorry. Sorry. Uh, 19 kilometer fietsen en 21 km lopen. En we hebben ongeveer 700 starters op de 50-50 Olympische afstand. Ja, dus in totaal bijna 300, 3000 bijna mensen aften. Ja. Fantastisch. Fantastisch. En uh, wat kun je zeggen over het deelnemersveld? Uh, Nederlanders, internationaal. Uh, ik hoor veel Engels omheen. Ja, hier. ja dus voor de kortere afstand zien we toch wel de meeste mensen die lokaal zijn. Hè. Dus zeg uh, 85% Nederlands. Uh, voor de lange afstand is het andersom. Uh, we zien daar 65% buitenlandse uh, atleten. En wat voor uh, landen komen die mensen vandaan? Over de hele wereld. Uh, we hebben bijna 60 verschillende nationaliteiten in de stad. Dus die komen echt van alle hoek, uh, hoeken van de wereld. Uh, Zuid-Amerika, Afrika, uh, Azië, overal. Wow. Wauw, ja. cool. Ja, en uh, hoe, hoe vaak is dit nou dat de uh, triathlon hier in West-Friesland is, de IWMS? Ja, dat is de uh, vijfde editie hier in uh, West-Friesland. Uh, volgend jaar 22 juni 60. Kijk aan. Ja. En uh, volgend jaar 22 juni, is even de En wat, wat voor reacties hoor je nou de afgelopen keren van die internationale deelnemers? Wat brengt hun hier naar West-Friesland toe? Ja, op zich, West-Friesland is natuurlijk heel dicht bij Amsterdam. Uh, makkelijk te bereiken voor de internationale uh, atleten. Jurtje uh, met de trein vanaf Schiphol. Dus in die zin is dat heel fijn. Uh, de koers de, de zelf uh, is gewoon heel erg authentiek Nederlands. Hè. De vlakke wegen, dus hele snelle fietstijden, uh, lopen door het centrum uh, van, van horen, wat ook gewoon heel mooi is. Ja, dus alles komt om, uh, om een mooi mooie evenement te hebben. Tof. tof. Ja. Je zegt al uh, vijfde editie. Uh, dit jaar, wat is er dit jaar anders, beter, nieuw? Wat, wat zijn wat dingen die ik ga zien? Ja, dus uh, dit jaar hebben we best wel wat aanpassingen gedaan. Uh, met name we hebben een nieuw zwemparcours, uh, meer straightforward, uh, recht, rechte lijnen. Uh, dat is makkelijk voor, voor de deelnemer, ook voor ons om meer ook, uh, op parcours te hebben. Het fietsparcours is ook uh, deels aangepast om uh, de bewoners in, in een van de dorpen uh, ja, meer, meer vrijheid te geven. En het loopparcours hebben we ook flink aangepast, waardoor we bredere wegen hebben tijdens het lopen. Uh, ja, we gebruiken ook het stadstrand wat, al, wat nu pas voor een paar weken open is, dus dat is super. Uh, en ook bij het stadstrand uh, is het de, de finish van ja. ons evenement. Dus uh, daar, vorig jaar was hij daar niet. Vorig is die jaar, jaar was locatie die... nieuw? Ja, nieuw. Ik ben daar net dus, Zit, absoluut. Ziet er prachtig ja, uit. Absoluut. Vorig jaar zaten we net naast de, naast de transitie, we waren helemaal ingestuurd in de parcoursen, een beetje afgelegen. En Nu uh, ja, zitten we eigenlijk op een hotspot van horen waar we ook uh, veel bezoekers verwachten. Oh wauw. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd of daar inderdaad veel publiek op afkomt morgen. Dat hoop, uh, we, ja. Morgen. Ja, dat hoop ja. ik ook. Lijkt me mooi. Hey, tot slot uh, over dingen die anders zijn. Vorig jaar natuurlijk ook headlines. Veel last gehad van Zeker, de warmte, mensen onwel. Ja. Ga ik daar morgen als deelnemer nog iets van merken? Als het goed is, ga je daar heel Was veel van, van merken. Ik vind ja, ja, ja. dat er uh, veel verbeteringen zijn. Vorig jaar um, uh, is, is het bedrijf wat in eerste instantie de evenementen organiseerde dat uh, is failliet gegaan. Ah, uh, dus dus, dus dat... jullie zijn met een hele nieuwe ploeg? Nou, we zijn niet met een nieuwe ploeg. Veel ervaren mensen, maar het is nu van Ironman zelf. Dus, uh, dus, uh, ja, net zoals bij Jumbo heb je ook heel veel verschillende eigenaren. Ja. Hetzelfde, maar nu is het van Man zelf. Ja. Uh, Wat merk je daarvan? Nou, je merkt daarin dat we ook een heel groot uh, internationaal team hier hebben, met mensen uit de UK en Ireland. Zelfs een aantal van Zuid-Afrika. Die komen hier echt ter ondersteuning van, uh, van, van het evenement durende week. Ja. En ook in de voorbereiding uh, zijn we daar natuurlijk al veel. Uh, Professioneel mee bezig. ja. ja, ja. ander uh, ervaringsniveau. Precies. Dat en meer materialen, iets meer uh, kennis, iets meer uh, ervaring daarin. Dus uh, dat, dat merk je daarin heel erg. Uh, en ja, terug, terugkomen we op de hitte. Uh, vorig jaar waren, uh, wa, ja, was het warm. Er gebeurde heel veel. Uh, en ja, daar gingen ook een aantal zaken vanuit de organisatie niet helemaal lekker. Uh, dus we hebben ja, ook met een uh, verbeterd medisch pand, verbeterde uh, verzorgingsposten en dergelijke hebben ervoor gezorgd, ja, dat het voor de atleten gewoon een stuk aangenamer moet worden. Ja. en dan zal je net zien, wordt het gewoon een heerlijke 22, 22 graden zon. ja, precies, <laughs> dat zou je dan altijd. hebben. Maar je bent in ieder geval voorbereid. We zijn helemaal nee. voorbereid, ja. Is er verder nog iets wat jij leuk of belangrijk vindt om mensen te vertellen? Ja, we zouden het heel, heel fijn vinden als mensen. In de, ik weet niet wanneer we het wordt uitgezonden natuurlijk. Komende vrijdag. Kijk, ja, komende vrijdag dan zitten we natuurlijk al na de race. Ja. Uh, maar uh, ja, ik hoop dat we uh, morgen een hele mooie race gaan hebben. Uh, met veel publiek, uh, veel enthousiasme. Uh, en ja, hopelijk komen er volgend jaar weer net zoveel mensen naar west friesland Ja, uitverkocht hè? Dus uitverkocht. Ja, allebei de afstanden. Allebei de afstanden uitverkocht. Mooi man. Ja, ja, Gefeliciteerd. Tevoren. Veel plezier morgen. Zelfde Ja, succes. Ja, dankjewel. We gaan een mooie race van maken. Ja, daar stonden we midden in de wisselzone. Met op de achtergrond de befaamde blauwe en rode zakjes. Ik heb ze hier ook uh, op de bank liggen voor de kijkers op YouTube. De Transition Bags, drie stuks. Daar moeten we misschien uh, zomaar eens even op terugkomen. Maar uh, wat een evenement, hè? Ja. Ja, dan zie je ook, <laughs> zie je die tasjes hangen hoeveel het er niet zijn, hoeveel rijden. Ja, 3000 tussen. En ja, toen hè? zagen we dat ook bij die, uh, die transitiezone. Ja, ja uh, toen, kwam, toen daalde het bij mij ook in: ja, dit is niet handig als je dat je start om acht uur dat je zegt vanaf zeven uur half zeven je fiets daar neerzetten. Inchecken. Uh, uh, Nee, dat moet je op een andere manier aanpakken. Nou, ja. dat, dat doen ze goed. Ja. Ja, 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 Ik, ja. Mooi concept eigenlijk wat ze daar. Ik heb als organisator van sportevenementen ook heel veel ja. slimme dingen Zal gezien. Wel. En ja. uh, de tasjes zijn er zeker één van. Want, uh, want Loek vertelde buiten dit gesprek ook nog. Uiteindelijk kun je dus 3000 man kwijt op één voetbalveld. Ja. Ja, dat komt onder andere omdat je, doordat je alle spullen in de tasjes hebt, super efficiënt boven elkaar, ja. kunnen de fietsen, de fietsen ook wat dichter bij elkaar. elkaar en uh, kan ja. je door. Ja. ja. Um, Jurgen. Ja. Ik heb hier ik, twee ik, beelden, ja. twee foto's gevonden. Jurgen die het water uitkomt bij ja. het zwemmen. En Jurgen die over de finish gaat. Uh, dat is een beetje tussen begin en eind. <laughs> uh, laten we bij jou eens beginnen ja. met de vraag. Wat is nou voor jou een beeld of een moment waarin je, waar je meteen aan denkt als je terugdenkt aan deze race? Ja, dat is denk ik toch dat linker beeld. Want je ziet al opluchting bij mij of zo. Ik denk ook klassiek is bij mij uh, toch... Het, het zwemmen is niet mijn sterkste onderdeel. Vind ik ook vervelend soms van... Ik zie het niet goed en ik ga de verkeerde kant op. Of ik krijg trappen van mensen. Dat soort dingen. Ja, voel ik me niet helemaal zo lang. Ik zat bij het zwemmen. Op zich zat ik er lekker in. Daar geen enkel probleem. Maar dan zat ik me al wel voor te stellen. En straks ben ik eruit. En dan ga ik op die fiets. Ik zei ik heb mijn opzetstuurtje er in mijn huis voor opgezet. En het weer werd fantastisch. Dat wisten we gewoon. Dat kon je daar ook al zien. Er was weinig wind. En ik zei, nou ja, als ik eenmaal op die fiets zit. Ja, dan weet ik eigenlijk van dit komt goed en dit wordt genieten. Nou ja, dat gebeurde eigenlijk. Dat, dat stukje horen uit langs dan het Markermeer. Rechts zie je het water. Uh, een spiegeltje was het gewoon natuurlijk. Het, uh, het zonnetje uh, was opgekomen. En voor je zie je zo'n heel lint van uh, ja, andere deelnemers... Waarbij inderdaad het mij opviel van nou, ook mensen die er redelijk recht op hun fiets zaten met, met hardloopschoenen aan. En dan kijk je achterop van hun naam en uh, waar ze vandaan komen. Brazilië inderdaad, Kenia, ik weet niet wat ze allemaal... Uh... En toen, ja, en dan kijk ik op mijn klokje en dan rijden daar 35, 36 per uur. Ik had nog uh, bij het uh, uh, verlaten van het fietsen en kwam ineens uh, Bruno Mars Treasure. Ja. Draaide ze. En dat, nee, en dat had ik gewoon meegenomen. Dus ik zat daar bijna hard om mee te zingen. Ja, was gewoon helemaal happy. van. En dat is, dat is mijn beeld. Dat ik denk, ja, maar dit, dit is gewoon fantastisch. Ja, ja ik was wel echt ja, een vette ja, racebaan. Hè? Ja, ja, ja. ja, En uh, nou ja, gewoon inderdaad. Een, een vette racebaan af en, en, en toe. Ik wil niks afdoen aan jouw prestatiegevoel. Ja. jij zegt spiegelglad. We hadden een licht briesje in de rug daar. Ja, nee, precies. Het ook extra wist ik ook daarna, na dat keerpunt, ja. zonder 16, 18 kilometer toen. Uh, maar dat was denk ik, dat is wel een moment wat me bijblijft. Dat ik denk ja, dit is toch wel uniek. Dit heb ik, uh, dit kan ik kan niet vergelijken. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik vergelijk het graag dan met andere keren in het geweest. We hadden het een beetje naar. Nou, misschien een beetje keist dat. maar ja, ja kei en ook, heeft, en niet. is inderdaad dat je langs het water ja. een tijd doorgaat. Maar ja, daar zit je op een ja. vrij smal fietspad. Ja, klopt. Terwijl hier heb ja. je gewoon de hele dijk als fietspad. Da daar da da ga je de polder in en dan kom je ook niemand meer tegen, heb ik het idee. Ja, en dat is toch even en als hier, organisator ja. wat ik dan ook wel zie. Dat is ook productiewaarde. Het ja. hele parcours is door professionele verkeersregelaars gewoon volledig verkeersvrij. Ja. 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 Hè? Dat is wel weer even wat anders. En nou ja, en opvallend dat ik toch Plukjes toeschouwers ook wel tegen. Onderweg met vissen, zeker. Ook, ja, ja. 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 En, en, en ook enthousiast. En, uh, ja. Nou, en ik, ik had zelf de indruk, want bij het lopen was dat natuurlijk nog veel meer, uh, dat dit ook kwam door de internationale deelnemers. Wat ja. Luc net ook schetst, die nemen volgens mij veel familie mee. Ja, ja als je als familie ja. mee bent om aan te moedigen, ja. dan ga je gewoon ja, ook dan fanatiek dat dan aanmoedigen, ja. toch? Was ja. veel sfeer. Ja. Ja. Dus dat is zeker een moment. Ja, ik denk dat uh, ik ben benieuwd naar, naar de andere momenten, want die zijn er genoeg. Ja, daar kun je dan wel je, op aanvullen. Ja. zal ik eens dus, uh, doorheen lopen. Ik heb uh, als eerste Marco, uh, die ik uh, dat ook vroeg. Hè? Wat is nou een beeld wat jou uh, bijblijft? Nou, daar komt hij. Nou, ik zat de zin heel letterlijk te nemen. Um, en als ik aan een beeld denk, dan denk ik wel aan het beeld wat ze ik zelf ook van het plaatje gebruiken. En het is toch gewoon die mooie haven met die. Ja, wat is het? Een stadsmuur met die toren. Dat gebruiken ze zelf en dat, ja, ik heb het tijdens het zwemmen, zeg maar, met rechts ademhalen, is dat het beeld wat ik bij elke ademteug uh, voorbij zag. Ja, dat is voor mij wel echt het mooie plaatje. Ik ben wel dol op oude steden en uh, ja, als ik een tour, ik vind, ja goed, we hebben natuurlijk allebei die foto's gekocht uh, van de sportograaf. Ik vind die, ja, die rit over de dijk, hij ging natuurlijk heel lekker, zeker dat stukje met wind met mee, want het was niet hele harde wind, maar het was wel mee. Maar gewoon dat beeld van, die, uh, van het IJsselmeer, wat je dan op rechts hebt. Uh, ja, in die bocht waarbij we allebei eigenlijk best wel mooi liggend op, het, uh, op de tijdrit fietsen uh, doorkomen. Ja, dat vind ik wel een heel mooi plaatje. Dat is de nieuwe achtergrond van mijn computer geworden. En die andere vind ik ook heel mooi. Die heb jij waarschijnlijk ook bij die molen. Ook een mooi plaatje. Dat is toch het landschap waar je doorheen rijdt daar in Noord-Holland. Uh, dus als je het over beelden hebt, vind ik, ik vind het gewoon echt een mooi parcours. Had uh, niet verwacht, eigenlijk. Ja. Het zwemmen en fietsen. Nou ja, het lopen was ook mooi. Maar het lopen was inderdaad vrij open hè? over het nieuwe stadsland. Ik snap wel als het een hele warme dag is dat er weinig dat schaduw is. Maar ik vond zelf het zwemmen ja. echt ja. magisch. Ja. Ik vond het echt heel vet. Sowieso natuurlijk die, die rollende start. Daar komen we nog wel even op terug. Maar waardoor zeker het is druk. Want er moeten drie, nou in ons van nog 700 mensen starten. Maar dat gaat toch wel soort van op een lijntje. En ja. Je zit in het begin een beetje bij mensen. Maar ik had in ieder geval zelf de, het gevoel dat je voortdurend ook wel eigen water ja, kan zoeken. Nee, hè? Je, ja. je kan ze wel ja. ontwijken. Ja. En uh, dan zwem je eerst dat eerste stukje inderdaad naar die ja. toren. En dan door die sluisdeuren eruit. Ja. En ik moet zeggen, ik was de hele tijd aan het denken: hoe ver moeten we eigenlijk? Op een gegeven moment zag ik een boei. Dacht ik: gaan we daar al links om? Nee, we moesten drie boeien verder. Had ik niet goed gevisualiseerd. En we zwemmen zelfs helemaal even buitengaat. is een groot woord. Maar echt de havenbescherming ja. uit. Beetje golfjes. Ja, nee, dan ja, precies. Toen dus kwam het uh, ja, ja, maar ik weet, ik was echt aan het genieten bij het zwemmen. Ja. Ik kwam ook misschien, waren we wat ver achterin gestart. Ik was alleen maar mensen aan het inhalen en ook met groot tempo verschil. Ja, dus ja. dat vond ik ook lekker dat je niet met iemand ligt te klooien, weet je wel, bij elkaar in de buurt. En uh, ja, door ja. Nou, hoe vaak heb je dat je in, in een haven inderdaad gewoon uh, het zwemonderdeel hebt. Ja, ja dat en is, het, wa het water was ook le uh, le lekker ja, fris. Op, op, We waren 9, nog bang 9, of het 18, koud 9, zou zijn, 9, maar zo, nou, het uh, ja. was lekker. Ja, ja. ja cool. Um, oh ja, dit is nog even, dit, dit is het beeld van mijn fiets. Ja, maar dat is dus eigenlijk ook het beeld wat, wat ik toch wel had van het fietsonderdeel. Ja, dat is een, zo, zo wil je het hebben. Ja, uh, en ik ben het Marco eens. Het is echt ook een spectaculaire foto. Deze yeah. fotograaf was een dag wel. Echt uh, voor de luisteraars die niet meekijken, het is inderdaad, je ziet de kraakblauwe lucht, je ziet de mooie strook groen van het frisse gras. En dan een asfalt met, met witte strepen. En dan de, de weg loopt in een bocht. En ik hang dus ook een beetje schuin, snoeihard in mijn beugels uh, daardoor heen te fietsen. Ik ging volgens mij de hele dijk uit uh, 40 plus. Heel af en toe de ronde, maar ja, dat haal ik ook ja, niet zo vaak. Ja. Dat is echt, echt wel heel tof. Dus uh, nou ja, laten, we, laten we even Marco en Melissa hun verhaal oppikken en dan vullen wij zelf nog wel aan, want ik wil ook niet te veel dubbelen. Um, Marco, die keek eens even met mij terug van uh, ja, hoe, hoe ging het nou eigenlijk onderweg? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk best enthousiast ben over de race, hoe alles verliep. Zwemmen um, had ik gevoelsmatig goed gezongen. De uitslag liet dat niet helemaal blijken, want ik had eigenlijk, zoals in de voorbeschouwing al gezegd, altijd dat ik ergens onder dat half uur zou eindigen. Dat was niet zo. Um, 31 nog wat. Um, dus als ik naar de tijd kijk, dan zeg ik, dat viel wel tegen, maar het gevoel was eigenlijk heel goed qua zwemmen. Je hebt, je hebt nou, te veel ging. van het uitzicht liggen genieten, ben ik maar. Ik denk dat dat is. Gewoon te mooi uitzicht. Uh, yeah. um, nou, fietsen ging echt heel lekker. Als ik mezelf ook zie. Uh, um, Ten opzichte van jullie, hè? jullie zijn toch een flink stuk jonger dan. Uh, ja, ja dan hebben we, ze waren gewoon echt aan elkaar gewaagd uh, met dat fietsen. Dus dat, ja, dat, dat ging echt als een speer. Ja, lopen, um, in het totaal van de race, een prima tijd. Um, dus ik, ja, een wat liep je uiteindelijk? Ja, 54 of zo, 4,52. Ja, een beetje Als je een losse 10 kilometer loopt, kan dat echt sneller. En dan is 4,30 of misschien 4,20 uh, wel haalbaar. Dus dat is nog wel iets zo'n dingetje wat dan een beetje nu in je hoofd begint te borrelen van uh, hoe kan ik dat sneller krijgen? Want als ik naar mijn trainingen kijk, um, dan doe ik het lopen eigenlijk best wel volgens het boekje, naar mijn eigen idee. Gewoon wekelijkse duurloopje, geregeld een interval, geregeld een tempo loop. Um, fietsen doe ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb één keer, na aanleiding van jullie podcast, uh, kort geleden een, een intervaltraining op de fiets gedaan. En verder heb ik uh, mede naar aanleiding van de inspanningstest vooral heel veel uh, zone 2 trainingen gedaan om dat uh, op een beter level te krijgen. En dan gaat het fietsen heel erg goed. En bij het lopen denk ik, ja, daar train ik eigenlijk heel erg volgens het boekje. En waarom komt het er dan in de triathlon, het laatste onderdeel. Dan toch niet helemaal uit op een of andere manier. Terwijl het op zich verder prima ging. Ik heb gewoon nog mijn eigen limiet gelopen. Het was u warm, zal ook meespelen. Is er dan voor mij nog winst te halen in het fietsen? Dat vraag ik me af, dat ging best wel lekker wel. Of moet misschien meer brikdraining gaan doen. Dat het lopen beter gaat na zo hard fietsen. Doe je dat wel eens? Zo, ja, weinig. Weinig. Ik doe het wel eens, maar ik heb het bijvoorbeeld voor Duitsland maar één keer gedaan. Dus dat, nee. dit seizoen nog niet heel veel. Uh... Nee. Dus misschien is dat gewoon vaker de twee achter elkaar. En niet per se als hele snelle brick, maar misschien wel gewoon een keer anderhalve fietsen en een half uur of een uur lopen. Niet meteen jagen, maar gewoon ook als rustige training, zeg maar. Ze staan, eigen... uh, ze staan bij mij op het schema deze week. Ja. Dus ik vermoed ja. dat Guido Vroemer het een goed idee vindt. Ja, Jurgen. Uh, woensdagavond weer hoor. Uurtje fietsen, half uurtje ja, lopen. Ja, weer, uh, ja. Hoe vaak doe jij uh, briktrainingen? Niet zo vaak, maar in de voorbereiding had ik het toch al snel twee keer gedaan. <laughs> en ik neem gewoon mijn ervaring mee, denk ik. Inmiddels van, uh, nou ja, weet ik het, hoeveel 15 triathlons ooit? Ja. ja dat ja. je denkt, ach. Het voelt gek, maar uiteindelijk uh, moet je er even doorheen. En loop je toch het uh, tempo eigenlijk. Ja, in tegenstelling tot Marco heb ik gewoon echt gewoon. Mijn 10 km ja, gehaald, ja. kilometer tempo. Nou, ja, wel gehaald. Ja, voor de ja, luisteraars zijn. die denken: ja. brik, 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 wat is dat? We hebben daar een uh, hele aflevering zelfs over. Maar het is, het is de aanduiding dat je, zeker als triatleet, dus inderdaad traint. Eerst een fietstraining, dan een looptraining. En dat kun je op allerlei manieren doen. Als je daar alles over ja. wil weten, ga vooral die, uh, die aflevering uit. En luisteren. ik wissel natuurlijk altijd even wat langzamer. Ja, daar rust jij even uit. Ja. Nou, we komen zo op dat wisselen. Mijn wissel ja. was ook niet ideaal. Um, ja. Ik wil eerst even Marlis aan het woord laten. En uh, voor de kijkers op YouTube, ik heb uh, bij het verhaal... Zij heeft het ook over het zwemmen zo. Heb ik die foto gevonden van dat zwemparcours. En als ik dit beeld nu alweer zie, dit is er wel echt ja. fantastisch. Hè? Ja. Dus uh, Laten we maar eens even luisteren naar uh, het beeld wat, Marlis, uh, wat bij Marlis bovenkwam... als ze terugdenkt aan afgelopen zondag. Uh, nou, het ergste bij het zwemmen was eigenlijk dat ik... Uh, ja, te ver achterin ben gestart en uh, dat ik daardoor tussen allemaal uh, schoolslag, zwemmende mensen en watertrappelende mensen vast kwam te zitten uh, in de haven. Toen ik eenmaal de haven uit was, kon ik wel echt beginnen met zwemmen. Um, maar ja, ik baalde op dat moment eigenlijk al gelijk dat ik zo ver achterin uh, was gestart. Dat uh, had uh, beter gekund. En euh, nou ja, daarna lekker gezwommen, euh, vlot het water uit, dat is allemaal goed gegaan. Mijn transitie ging goed, lekker vlot met dat zakje, dat werkte gewoon prima. Die tip van keren hem in één keer om, ging hartstikke goed. Ik gooide hem euh, ondersteboven En ik had mijn spulletjes en euh, nou, kon zo mijn sokken inschieten, mijn helmje op euh, en mijn brilletje op en gaan fietsen. En het fietsen ging hartstikke goed. Ik heb uh, het voor elkaar gekregen om rustig te beginnen qua hartslag uh, met het fietsen. En uiteindelijk met een hoge hartslag uh, te eindigen. Uh, dat was ook wel omdat we tegenwind kregen in het tweede deel. Dus daar was het tempo een beetje lager, maar mijn hartslag hoger. Ja, uh, zwemstart. Dat uh, gaat nog een stage krijgen uh, over uh, al dan niet uh, waar we gingen starten. Uh, de mensen die de voorbeschouwing niet geluisterd hebben. We moesten onszelf op de kant opstellen... En we konden gaan staan waar we wilden. En dan mocht je erin springen. En uh, nou ja, wij waren op een of andere manier toch best laat. Ja. Uh, ondanks dat we vroeg daar waren, waren er ja. we, uh, nog veel meer mensen nog veel vroeger. Toen hebben we een tijdje daar ons pak staan aantrekken. En nog bedacht: oh, dat witte tasje moet nog weg. Toen kwamen we terug. Toen stond iedereen al soort van een startblokken. Wel, ja. Ja. Dus uh, ik herken wel wat Marlis zegt. Wat ja. ik niet herken, wat Marlis zegt. Als jij uit de eerste wissel komt, stap jij dan met een rustige hartslag op de fiets. Nou, ik denk relatief. Wil zij het opbouwen, denk ik. Dat ze rustig. Ik, begint met fietsen. Ja, ja ik zet ja, natuurlijk ja, in vol fuke. in op de wissel. Ja. Dat was in dit ja. geval ook. Hè, we hadden het in de voorbeschouwing nog over. Het is wel een kilometer. Nou, ik zag op straat. Het is 500, ja, 500 meter. Valt mee. Ja. Ja. Maar uh, ik zet daar wel vol gas in. Dus ik heb hard gelopen. Hard gewisseld. Ja. Hard op de fiets gesprongen. Ja. Dus ik ben gewoon 2-3 kilometer met een zeer hoge hartslag. Heikend. Uh. Uh, de boel weer een beetje. Nee, dan ben ik aan een minimalist type, inderdaad. Die denkt, nou, even. Uh, <laughs> ja, ja. Ook dat fietsen, ja, dat pacen. Dat je toch denkt, even, even in mijn ritme komen. Even kijken hoe het gaat. En ah, dan ja. langzaam inschatten van, nou, het gaat goed. Uh, hoe lang moet ik nog fietsen daarna het lopen? Ja. We hadden het op de in de voorbeschouwing veel over jouw pacing op de fiets. Ja. En onder andere of jij dat uh, op je gevoel ah. uh, uh, tot ah. heigen zou brengen. Nou, hoe is dat afgelopen? Nou, nee, ik moest zingen natuurlijk met Bruno. Dus uh, <laughs> dat is mee. Nee. nee, ik heb gewoon gemerkt, ja, mijn limiet zit dus echt wel in die benen. En dan, ja, kun je... Uh, en Die bepalen bij mij alles. En dus op een gegeven, ja, dan voel je op een gegeven moment. Nou, dit is het punt. Daar moet ik niet overheen gaan. Want, nou ja. Uh, Verzuring, zoals men dat zegt. Nou ja, iets, iets met lak. Vermoeidheid. Vermoeidheid in <laughs> ja. ieder geval. Ja. Spiervezels die aan het werk moeten. die je liever niet aan het werk uh, wil zetten. Uh, ja, dus eigenlijk. Nee, want. In de tussentijd, ik heb ook heel veel met mensen nog even, nou ja, gepraat is het niet, maar even aangemoedigd iedereen langs de kant, uh, bedankt voor, uh, <laughs> ja, als ze aanmoedigen of uh, de, de verkeersbegeleiders, dus dat, dat gaan we, ik. Ik ben wel in staat om in ieder geval redelijk nog, uh, ja, een gesprekje te voeren, laat ik het zo zeggen, niet uitgebreid te babbelen. Dus ja, ik, ik zit misschien, ja, misschien valt daar voor mij ook wat te halen. Maar ja, soms denk ik. Ja, ja maar dat is ook ik... de lol, ja, toch? Ja. Ik moet zeggen, ik zat een beetje tussenin. Jij beschrijft, uh, en ik heb ook nu een volgende foto neergezet waar we zien op de dijk dat er inderdaad ook mensen reden met de handjes op het ja. stuur en de sportschoenen. Um, ik voel dan soms toch de neiging om dan even te roepen: het is een wedstrijd, ga eens lekker ja, ja. in de beugels zitten. Ja. Dat heb ik twee keer gedaan, toen dacht ik laat ik even focussen op mijn eigen race ja. en uh, zo. Nee, in maar het was, het was voor een mensen geen wedstrijd, realiseerde nee. ik me eigenlijk. Nou, en ik zag daarna een startnummer en toen kwam ik erachter, dit waren mensen uit staart van ja. de halve. Ja. Dus, en, en nou, achterin, dus dat zijn ook dan wat minder getrainde of recreatieve ja. of langzamer atleten in zijn algemeenheid. Bovendien moeten ze twee keer zo ver. Ja. Dus wellicht uh, racen zij ook op ja. een ander oh, ja, tempo. Ja, Dus toen ben ja. ik daar ook maar mee gestopt. Ja. ja. Um, hier zien we ook vier fietsers op een rij op de dijk. En dat is een beeld wat ik even heb geselecteerd over, um, voor een verhaal wat Melis mij ook vertelde. Wat voor mij nieuw was, omdat wij dat als mannen simpelweg niet kennen. Ja, en wat ik jammer vond, was dat er toch heel veel mannen denken... Oh, een meisje, die moet ik dan in kunnen halen. En vervolgens al bijna stilstaand je proberen in te halen om vervolgens nog veel langzamer voor je te gaan zitten. Waardoor ik uh, ja, kwam te zitten draften, wat ik helemaal niet wil. Hè. Dus dat je in iemand wil komt te zitten. Daar baalde ik wel eigenlijk een beetje van. Dat ik denk, jongens, uh, accepteer nou eens even dat een meisje ook gewoon sneller kan zijn of een vrouw. Uh, dus dat vond ik wel een beetje ja, irritant. Dat uh, leidde me af uh, in mijn uh, fietsonderdeel. Maar beschrijf eens, want dit stuk ken ik natuurlijk niet, maar dan, uh, dan heb je iemand ingehaald en dan komt hij naast je zitten of zo. Of hoe, hoe moet je nee, dat ik, voorstellen? Ja, uh, ik haalde ze gewoon dan heel rustig in en vervolgens uh, kwamen ze heigend voorbij en dan uh, zaten ze al naast mij, uh, kregen ze het moeilijk. Uh, en vervolgens gingen ze dan nog net vlak voor mij uh, rijden. Ja, en gingen ze gewoon uh, in een veel te langzaam tempo fietsen. En dan moest ik ze vervolgens nog een keer inhalen. Ja, dat was uh, bloedirritant natuurlijk. En dit heb ik bij meerdere wielrenners gehad. En zelfs sommige mannen deden dit twee of drie keer. Ja, daar baalde ik gewoon ontzettend van. Dan legde ik uit dat ik echt niet wilde draften. En dat ze gewoon uit mijn buurt moesten blijven. Uh, eentje heeft het echt voor elkaar gekregen om gewoon de hele fietstocht zo ongeveer in mijn wiel te blijven. Ik heb mijn neus regelmatig in zijn gezicht geprobeerd te legen. Maar ook die boodschap kwam niet helemaal over. Ja, ik vind dat echt uh, een beetje triest eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. ja. Nou, dit is een fenomeen wat uh, ik en misschien wij als uh, mannen niet kennen. Maar je zegt dat specifiek, denk je, doordat een vrouw voorbij komt, dat ze dan zeggen: ho, ho, ik uh, duik erachteraan. Ik denk het wel. Ja, ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het dat moet zijn geweest. Want ja, waarom zou je iemand gaan inhalen die je eigenlijk niet kunt inhalen, om er vervolgens uh, met drie kilometer per uur minder snel uh, voor te gaan zitten? Ik, ja, Ik begrijp daar de. De boodschap ook niet helemaal van wat je dan aan het doen bent. Ja, sterende mannen bij dames. Heb jij ja. nog bij dames in het wiel gekropen? Uh, nou, ik, ik heb wel stuivertje gewisseld met een dame. Ja. Maar ja, dat doe ik ook met mannen. man. Nee, maar ja, daarom. Ik, ik probeerde hem eens nog te nou, challengen. En ik dacht, ja. is het nou niet zo, als ik die man nu bel, dat hij ja. zegt: Ik had zo'n irritante vrouw om me ja. heen die de hele tijd voor me ging fietsen? Nee, eigenlijk, ik denk juist, ik herken wel uh, iets in. In mannen, maar dat deed ook meer mee. Ik heb wel een aantal mannen gehad die ik dan inhaalde. En die dan even later mij weer inhaalden. En dan, ja, dat je later hun toch weer inhaalt. Of ze die dan toch iets hebben van, ik laat me niet inhalen of weet ik veel. Maar dat weet ik meer aan slecht peesen gewoon. Die mensen ja. die gewoon eh, soms hard en dan weer zacht. Nee, ik heb wel één keer dat ik een dame inhaalde. Nou. En die haalde me even later ook weer in. Dan gaat het bij mij wel, wel iets van. Hmm, zou ze dit niet leuk hebben gevonden? Of noem maar op. Ja, als het Maris was, heb je Marlis ja. ingehaald. Nee. <laughs> nou ja, het is niet dat daarna mijn hele gezicht ineens onder de, met, snot. Ja, onder de snot kwam, of noem maar op. Nee, die heb ik dan. Uh, dan ben ik ook niet iets van. Uh, iemand die meteen dan daar weer overheen moet. Daar nee. iets. Uh, nee, maar die uiteindelijk volgens mij heb ik die. Toch wel achter me gelaten. Maar... Ik denk opeens een beetje ja. context voor de niet-triathlonende luisteraars. Het is dus een regel: triathlon doe je alleen. Je moet minimaal 12 meter afstand van ja. de renner voor je houden. Nou, als het druk is, is dat lastig. Ja. Dan kom je in een inhaalzone. Dan heb je 25 seconden de tijd om er aan de andere kant van de weg langs te gaan. En zodra het bandje van de linker- hè, van de inhalende fietser voor die van de ander is, is het de verantwoordelijkheid van de ingehaalde renner om weer 12 meter afstand mm. te nemen. Ja. En dit kan dus inderdaad heel irritant worden als je net met elkaar ja. ongeveer even hard rijdt. Ja, nou, kijk, ik, in het veld waarin ik zat, dat was natuurlijk al uh, wat een stuk drukker. Ja. ja, ik denk ook de mensen die, die hebben dat of niet eens. Ja, omdat het vaak misschien voor een aantal gewoon de eerste triathlon was, ja. die kenden dit ook allemaal niet, denk ik. Want er werd best wel wat gesteerd. Ja, de dat is dus dat je binnen die twaalf meter echt, uit de wind dat zit. Dat was ook bijna niet te doen, zeg maar. Nee. Dus ja, ja ik, ik probeer ook naar eer en geweten het allemaal een beetje netjes te doen. Maar ja, ik, uh, soms denk ik, hoef ik niet rooms dan de paus te zijn. Dus nee. uh, ja, zo, zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval, een vleugje, in het veld van, een pluim, ik een vleugje van een pluim voelen is altijd ja, mooi. Zeker, Wat ja. ik dus had, want ik heb dus die hele dijk als een idioot lopen inhalen. Ik moet ik ben zelf ook drie keer ingehaald. Want er zijn ja. dan toch nog ja, mannen die, nou, ja. uh, die nog harder voorbij komen. Ja, ja. Die staan dan ook inderdaad ook echt wel in de dat top is, 5 als, als iemand langs je komt, dan kijk je een beetje van... Oké, okay, wat voor fiets heeft die? Hoe ja. ziet hij ja. eruit? En ja. Oh prima, ja. ik snap ja. het wel. Ja. Wat ik wel tof vond, ik heb dus ook wel een aantal mensen ingehaald. Waarvan ik een paar jaar geleden, toen ik zelf nog minder goed triatlonde. En die kwamen dan ook zo voorbij zoeven met ja. van die grote dijen en zo'n ja. snelle fiets. Dat ik daar nu voorbij kwam. En ik heb volgens mij wel eens eerder genoemd. Ik zie er volgens mij helemaal niet zo elegant uit op die tijdritfiets. Beetje ik, lompig. Ik kijk op die foto. Ik, ja, ja nee, een beetje lomp, Ik fiets ja. ook niet zo stil. Maar ja, ik trap het wel. Ja. Dus dat vind ik dan wel leuk om dat soort mannen dan ineens nu voorbij te komen. <laughs> Toen draaiden we op een gegeven moment de dijk af. De mensen van de halve uh, ja. afstand, die gingen rechtdoor. Die hebben nog veel meer dijk. Ja. Wij gingen terug de polder in. Toen had ik nog vier, vijf mensen in te halen. En opeens, ik denk rond kilometer 22 is, keek ik voor me. Helemaal leeg weg. Ja, okay. ja. Ik denk dat ik uh, een kilometer of negen. helemaal alleen heb gereden. Ja. Echt. En dan hadden we van die lange rechte stukken. En dan iedere keer hoopte ik weer dat ik iets of iemand zag. Dat ik af en toe ook begon te twijfelen, zit ik nog wel op parcours? <laughs> maar zat je dan dan helemaal vooraan? Ik zat of vrij, waar? uiteindelijk ja, kwam ik omdat vrij vooraan. Terecht, relatief ja. laat waar ik sta. Ik zat niet helemaal vooraan nee hoor, maar, er, want, uh, ja, maar wel ver vooraan. Dus dan zul je wat hele snelle jongens die bij het zwemmen hebben me. gehad. Ja, ja, ja. Nou, jij vertrok al tien minuten later met het ja, zwemmen. Ja, ja, en dan staan die gaten. Hij ja, vertrok nou, uiteindelijk pas om vier over acht, oh, okay. veel wel mee. Maar dat klopt. Dus ik dacht, nou, alleen uitgerekend in dat wind tegen. Maar ja, je moet het ook okay zelf doen. Ja. Ik heb op een gegeven moment kwam er nog een of andere bewoner langs gefietst. Toen riep ik nog een keer: Waar is iedereen? Zei ja. <laughs> dus ook: Ja, ja. <laughs> Verderop. Ja. En toen, ergens rond kilometer 29, ja, vlak voor 30 kilometer rond, kwam ik toch weer bij een aantal atleten. die ik vervolgens ook wel weer uh, langs ja. ging. Ja. Toen uh, hadden we, we hadden het in de voorbeschouwing nog over het visualiseren van het parcours. Slash liever nog verkennen. Nou, het heeft me weer een bandje gekost. Dat uh, had ik toch moeten doen, want die laatste haakse bocht. En die heb toch oh, ja. finaal verkeerd ja, ingeschat. Die... Want ik, ik wist wel dat we naar links moesten. Ik kon niet goed zien waar we moesten. Die verkeersregelaar ja. zei wel: je moet hier het fietspad op. Alleen wat ik te laat doorkreeg, is dat de bocht meer dan haaks was. Ja, zeker. Dus ja. ik moest daar echt vol. Ik heb daar 6, 7 meter geslipt. Nou, ik heb, daar van, ik heb van dat mooie rood op mijn band, dat is helemaal weg, <laughs> is helemaal ja, ja. dus ik had het hier nog met Marco even over, ik heb er geen fragment van, maar Marco vertelt natuurlijk stoer over zijn Garmin en zijn route, ja, dus die en hij kan zei, het, ja. ja, dat kost je 200 euro, ik zei, ja, ja nou, eens ja, kijken ja. hoeveel bandjes het bespaart, ja. Ja. want uh, ja. dit bandje moet misschien wel vervangen worden. Ja. Ja, dat was misschien het enige punt, inderdaad, waar je denkt. Lompenbocht. Ja, en waar ook de, de verkeersmensen iets meer kun, hadden kunnen nah, aangeven. Ja, ik weet niet. Of hij dat wees het bij mij nee. duidelijk aan waar ik heen ja. moest, maar ik ja. kon het niet goed zien. En uh, ja. ik zag te laat ja. dat hij zo scherp was. Ik kreeg hem gelukkig, want ik slip dus inderdaad 7 meter rechtdoor. En toen dacht ik, <laughs> moet je de Volte rechts op maken om terug te gaan, maar ik oh ja. kom kon ja. nog net voor ja. de bocht linksaf. Vol, uh, nou, de, dan hengst ik natuurlijk aan dat schakelapparaat om in één keer licht te zetten. Dan ja. gooi ik er een flinke ja. vloek uit. En dan uh, trek ik hem in gang met 800 watt, zag ik later. En dan, uh, dan gaan we weer verder. Um, en dan, uh, ja, dan kom, we kom we ik naar. op het einde van het fietsparcours. Hebben we nog van uh, Johan Groen een uh, fantastische video gehad. Want ik kom daar alleen aan op Hoorn. Daar stond best veel publiek. Ja. Dus ik roep ja, daar ja, nog precies, een keer: ja. uh, hey, ja. Goedemorgen, horen. Ja. Nou, gaan ze ook allemaal juichen. Hartstikke Hoppen, leuk. Ja. Maar dan. Gaan we linksaf. En dan komen we op de wisselzone aan. Moeten we misschien toch een beetje uitleggen over hoe dat, uh, hoe dat gaat. Hè? Je, je komt op een gegeven moment natuurlijk uh, met je fiets op het einde van het fietsparcours. Regel is, in de wisselzone mag je niet fietsen. Nou ja, en die wisselzone moet ergens beginnen en eindigen. Dat heet in de triathlon de balk. Nou, soms is dat letterlijk een balk. Soms ook helemaal niet. In dit geval was het een oranje krijtstreep op het asfalt. Misschien niet heel goed zichtbaar in de schaduw. Dus wat je ziet, is dat daar vaak wat mensen omheen staan. die de atleten moeten waarschuwen. Let op, je moet hier van je fiets af. je mag niet doorfietsen. Dat is ook heel verstandig. Ja. Officieel, als je over die, balk, of over die lijn fietst. moet je terug. Hè? Ja, krijg je een penalty. Ja. Ja. Je, krijg je een tijdstraf. Um, maar je mag, hè, toch even: de regel is. Tot de lijn mag je fietsen. En na de lijn mag je niet meer op je fiets zijn. Oké. Okay. Nogmaals, ik realiseer me veel beginners ook in deze wedstrijd, noemden we al. Hè? Dus uh, niet iedereen zal zo op scherp gaan. Ik ga even aan de hand van een filmpje uitleggen wat ik in mijn hoofd heb, hoe ik dat wil doen. Nogmaals, voor de luisteraars zullen we het zo beschrijven. Kijk eens op YouTube. Kijk even mee. Het is het linkerbeeld. Ik heb het van Instagram geript. Het heet The Fastest Dismount in History. Oftewel, de snelste van je fiets naar lopen overgang in de geschiedenis. Hij komt een paar keer ook in slok. En dan zet hij pas precies bij de lijn zijn voet op de grond en neemt hij alle snelheid uit de fiets. Neemt hij mee in het stukje lopen in de wisselzone. Zal het nog? Uh... 20 seconden het beeld, maar, um, maar uh, nee, dus dit, <laughs> dit filmpje heb ik in mijn hoofd. Dit dat, is mijn ja. visualisatie. Want dit, no laten we even weten, dit ben jij niet. Nee, dit ben, ben ik er, zeker dus niet. Uh, dit is mijn inspiratie. <laughs> ja. En ik zal nog voor de luisteraars iets verder beschrijven en ook voor de mensen die het nooit gedaan hebben. Wat doe je dan? En dat zie je ook op de rechterfoto. Ik bepaal dus ergens, hè, dat heb ik al te voet gedaan. Uh, in dit geval was het bij de verkeerspaaltjes. Zeg uh, nou, laten we 150 meter of zo, of 200 meter voor die balk bepaal ik, hier ga ik mijn schoenen uitdoen. Ja. Dus dan stop ik met trappen. Ik heb klittenband, trek ik mijn schoenen los. En dan zet ik mijn voeten op mijn schoenen. Daar fiets ik eventueel nog wat mee door. Als het nodig is, als het opportun is. In dit geval liep het ook nog een beetje lichtjes naar beneden. Ja. Ja. Dus ik kon gewoon uitrollen. Dan ga je, en dat zie je ook in het filmpje van die man. Ook in die stil die we nu op, uh, op, op het plaat zien. Dan zwaai je je rechterbeen al over naar de linkerkant. En denk je, hoe hou je dan balans? Dat doe je met je heup. Dus ja. je drukt je heup hè, je zadel tegen je heup, waardoor je weer in balans bent. Je houdt je handen aan het stuur. Dan sta je als het ware, dus te steppen op je linker pedaal. En dan kun je dus op het moment supreme van die Linke pedaal afstappen en doorrennen. Ja. Dat was het plan. Al dus de theorie. Ja. Al dus Zeker. de theorie. Je ziet ook op die foto rechts mij al netjes met mijn sokken op mijn schoenen staan. Dit is vlak voordat het gebeurt. Die tong uit die mond. Die tong he. uit de mond. Ik had hard gefietst. Ik was trots. 1 uur en één minuut uh, had ik over gedaan. Dus ik uh, was hartstikke blij. En ik denk, nou, nu gaan we ook een snelle wissel doen. Want uh, lange wissels hier. Dus ik zwaai mijn been over. Ik sta erop. En ik kijk vooruit. En er komt een NTB-officiel, iemand van de Bond in zo'n oranje hesje, staat ver voor die streep. Nou ja. uiteraard, ik heb het net al uitgelegd, om te waarschuwen. Ik snap wel waarom hij daar staat, om te waarschuwen dat we eraf moeten. Wat ik ook weet, ik ben er niet ongewoon mee, want ik doe vaker, kom ik hard aan op de balk, dat mensen daar wat zenuwachtig van worden. Want die denken: gaat deze gast wel stoppen? Ja, gaat zeker stoppen, want ik weet wat doe. Weet hij waar de balk is? Ja, ja. maar dat, zij ja. weten niet dat ik dat weet nee. natuurlijk. Ja. Maar nu gebeurt er iets vervelend. Deze man staat niet alleen in mijn weg, maar hij komt ook nog naar me toe lopen. Mm. Dus opeens wordt mijn remweg een soort van 10, 15 meter verkort. Ik weet niet, nee, ik kan niet, ja, ik kan niet meer naar rechts, want ik sta al links. Dus ik kan niet sturen. Ik kan alleen maar rechtdoor, want anders gaat mijn balans helemaal weg. Dus op dat moment, en oké, okay, weer even mijn eigen aandeel hierin. Ik had best veel vaart. Misschien meer vaart dan ik ooit had gehad. Dus ik was ook een risico aan het nemen. Ja. Ik denk na over morgen in Holte. Ga ik wel zo'n afstap doen. Maar wel met wat minder snelheid. Want ik zie die man op me afkomen. Ik zie dat hij niet aan de kant gaat. Ik denk, ja, dit komt niet goed. Ja, even in, in, in dat moment. Het volgende wat ik weet. is dat ik vol in de dranghekken klap. Ja. Met fietsen en al. Spectaculair. Veel kabaal. Het hele publiek roept. Oh. Uh, in de, hetzelfde moment denk ik, oké, okay, niet mijn hoofd. Uh, hoe is het? Nou, volgens ja. mij is het wel oké. Okay, dus ik sta zo snel mogelijk op. Ik roep een keer naar het publiek, alles oké? Okay. En uh, ik wil door. Nou, toen riepen ze nog, je schoen is van je fiets gevallen. Moest ik nog terug om mijn schoen? Ah. Of, nou, dat, dat deed trouwens die official. Die heeft mijn schoen opgehaald, schoen aangegeven. En door. Zei die verder nog iets? Uh. Daar had ik geen aandacht nee. voor. Ik schoot natuurlijk vol ja. in Adeline. Ik wilde verder en ik hoopte maar dat er niets ja. echt kapot ja. was aan ja. mij of aan de fiets. Of aan de fiets. Later die avond, ik heb lang nagedacht. Ik denk, wat is daar nou gebeurd? En want, wat, wat, ik, wat ik ervaar, ik sta links en hoe ik crash, ik crash in het dranghek. Daarom ook hè, mijn hele linkerkant, mijn onderarm. Nou, ik kan je niet echt zien op YouTube. Er zit, een, er zit een schram. Er zit een schram op mijn knieën, mijn benen, mijn voeten zijn kapot. Um, mijn fiets stond 180 graden gedraaid. Oh. Dus met het voorwiel naar mij toe, ja. klapte die zo, zijwaarts ah, okay. ook in het dranghek. Ja. Dus ik denk, oké. Hoe kan dat nou? En, en, en ik ben ook niet over het asfalt gaan schaven. Weet nee. je, ik klapte er gewoon in één keer zo. Bam! Lag ik stil. En ik denk nu, de analyse is. Ik heb natuurlijk vanwege die man. Want ik rem daar wel iets. Maar ik heb, ik heb door hem harder Naar geremd. Recht. Want ja. ik denk: dit komt niet goed. Mijn remweg is 15 meter korter. Dus ik knijp te hard in mijn remmen. Ik sta natuurlijk met een sok op mijn schoen. Dus ik denk eigenlijk dat ik toen met mijn oh, sok ja. van mijn schoen gekleed ben. Die voet klapt op de grond. Staat natuurlijk in één keer stil waardoor de fiets eromheen draait en bam, het hek in. Ja, nou. het, is, het is daarmee dus ook niet op volle snelheid. We hebben, we hebben nee. geen beeld, hè? Ik. Nee, ja, nee, ik heb geen beeld kunnen nee. vinden. Ja. <laughs> Als er iemand... hey, Johan die stond net iets daarvoor te filmen, ja, dus dat beeld hebben we niet. Um... Nou, ik herken het wel, want ik vertelde, in mijn geval kwamen we aan... Nou ja, en wij kwamen met vijf en tegelijk aan. Oh, en ja. Zo breed was het nee, niet. Nee, het is een fietspad. En daar was ook inderdaad die official... Ja, het vervelende was, die stonden gewoon op de weg. Zeg ja, maar. binnen en de dranghekken staan zij. Ja, ja, en voor de balk inderdaad. Te of mensen eigenlijk zo te wijzen van... Remmen, rustig aan, rustig aan. Alleen, uh, dat doen ze misschien ja, uh, rijkelijk vroeg eigenlijk, of te ik vroeg. Vond, ik, in Waardoor, mijn uh, mening ja. vond ik dat hij veel te ver voor de ja. balk stond. Ik bedoel, ja. De regel is, ik mag tot de balk ja. fietsen, dan moet je er niet 15 meter ja. voor gaan staan. Ja. Nogmaals, ik ben ook begripvol. Ik snap ook dat je met een vrij onduidelijke balk mensen tijdig ja. wil waarschuwen. Ik heb deze man uiteindelijk ook na afloop gesproken. Uh, en uh, gelukkig ook. En ik zeg, ja, ik ben de jongen die de hek inging. Ik zeg, uh, ik begrijp wat je staat te doen. Zeg maar ik vond dat je er veel ja, nee, gevaarlijk klopt. invulling ja. aan gaf. Of hij, hij moet achter de hekken gewoon blijven. Dus, ik weet niet wat hij moet. Hij nou ja. zei in ieder geval zelf ook: ja. hij zei, ja, ik vond het ook gevaarlijk. En ik ben later op een andere plek gaan ja. staan. Nou, heel fijn. En dan kom ik terug op dat ik denk vrij voorin zat. Wij zijn, ik hoor ja, ja. misschien bij de eerste twintig fietsers die ja. überhaupt daar binnenkomen. Hè? Dus uh, hij ja. moet misschien ook nog ja. een beetje opstarten. Ja. <laughs> ja. Maar, toch uh, even een vraag voor jou. Um, ja, ik snap dat jij uh, zo snel mogelijk wil eindigen. Maar ja, hoeveel levert jou dit op, denk je eigenlijk? Ja, dit Waarom? heeft me meer dan een minuut gekost. Ja, nee, in dit <laughs> ja. geval. Ja, jezus, ja. Joh, ja. ja. Dus daar zit ook nog een risico aan. Zeg, nou, maar. Dat, dat is mijn ja. inschatting. Ik was gisteren even. Of, ja, ik was van de week en heb jij dit vaak geoefend ja, op zeker. deze manier? Zeker, ja, zeker. zeker ja. Ik geef natuurlijk ook de wisselkliniek, ja. doe ik dit ja. ook voor. Ja. Nee, ik kan dit wel. Ik merk <laughs> alleen wel, ik ben nu wel een beetje onzeker. Ik ga ja. Uh, ja, ja. naar Holten met de nieuwe Canyon. Oh. Ik dacht alleen maar, ik oh, wil nee. niet nee. met de canyon crashen. Ja. Dus ik dacht, hoe ga ik dit nou eigenlijk doen? Uh, nou, mijn conclusie is in ieder geval gewoon wat langzamer. Ja. Hè? Want dat is, uh, dat is het, en daar kom ik zo nog een les op. Dat is het hele truc van natuurlijk goed wisselen. Het gaat eigenlijk niet om de handelingen snel doen. Het gaat om de handelingen in één keer goed doen. Daar zal ik ja. ook nog even wat over. Ja. Ja. Dus als ik hier te veel risico neem, met name door de snelheid. Omdat het dus ook fout kan gaan. Ja, dan kost het veel meer dat tijd. Dus de, doen, ja. de les is... Gewoon iets meer snelheid eruit. Nog wel deze, de, het, wel deze manier, daar geloof ik wel ja, in. Ja. Maar iets meer snelheid eruit. Het is nooit iets eerder en dat die mensen kijken, bij die balk ja. ook niet zo zenuwachtig worden. Kijken of het official staat en waar die staat. Ja. Nee, maar luister, hier zit ook wat. <laughs> ja. Ik me mezelf net zeggen, ik weet dat mensen daar zenuwachtig van worden. Ja, ja. Kijk, bij het opstappen ren ik ook tien meter eerst nog met de fiets. Omdat daar allemaal mensen staan op te stappen ja. die mee in de weg staan. Daar ren ik omheen. Ja. Ik kan dus nu ook, dit is mijn live reflectie, terwijl ik dit nog een keer voor mijn ogen afspeel. Ik kan dus ook voortaan voor kiezen om dan maar 10 meter voor die balk van de fiets te gaan. Ja. En meer nee, te zeker. rennen. Ja, ja. Dan hebben we in ieder geval dit gedoe hebben we opgelost. Nou goed, dan gaan we dus rennen. Want Melissa had natuurlijk in de voorbeschouwing zichzelf voorgenomen dat ze met mij wilde racen. Ja. Dat uh, vond ze belangrijk. En dat vond ze leuk. Nou, ik vond het ook leuk. Uh, maar uh, heeft er ook een goede gewoonte van om bij mensen in hun hoofd te kruipen. Hè, door uh, door middel van uh, psychologische oorlogsvoringen te pakken. Deed je goed. Ja. Dat uh, probeerde ze op allerlei manieren. Ik wist dat natuurlijk ook. Dus ik denk, nou kom maar op. En uh, ik kan jou ook wel hebben. Dus ik had natuurlijk al bedacht. Uh, in de voorbeschouwing bedenk ik dat al zelfs. Ik denk, hé, met die rollende start. Weet je wat ik moet doen? Ik moet gewoon zorgen dat zij gewoon net even 20, 25 seconden eerder het water ingaat. Als ik dan onderweg als we elkaar tegenkomen, dan heb ik in ieder geval ja. nog een voorsprong van 25 ja. seconden. Dan ja. ja. hoef ik alleen maar erbij te blijven. Nou. Maar Liz beschouwt even na op <laughs> haar run. Uh, nou, het uh, lopen, dat, uh, daar was ik natuurlijk heel erg bezig met waar zit Gerrit. Uh, en ja, ik uh, zat uh, lekker in mijn uh, fietsrace en vervolgens ging ik vlot van de fiets naar het lopen. En ik had geen idee waar uh, Gerrit Hijkoop zat. Toen ben ik maar gewoon uh, rustig begonnen met lopen. En ik denk, ik moet ook niet te snel voor hem zitten, want dan ben ik zijn target. Hij moet mijn target zijn. En vervolgens, uh, op een gegeven moment, dacht ik, volgens mij loopt hij daar. En toen kwam er een waterpost en uh, ik kon jou wel zien, maar jij hebt niet gezien. Um, want doordat die waterpolster tussen zat, heb jij mij niet kunnen zien. Dat was wel handig voor mij, want dan kon ik je rustig van achteren besluiten. En eh, ja, toen heel langzaam, eh, stapje voor stapje, kwam ik dichterbij. Vervolgens hebben we elkaar na een ander keerpunt weer wel gezien. Eh, en wist ik ook dat ik ongeveer 200 meter eh, nog achter jou zat. En ik heb me echt toen eventjes een beetje ingehouden. In de hoop dat ik dan een eindsprint had waarmee ik je zou kunnen verslaan. Maar ja een race in een race. Een ja. race in een race, ja. En uh, ik zag haar dus ook bij dat keerpunt. En toen wist ik, ja. uh, dit is ook grappig. Want zij zegt dus, ik ga rustig aandoen, want ik wil niet te vroeg pieken. Terwijl ik zag haar, ik dacht, oké, okay, dan ga ik nu sparen. Ja, laat ja, hem maar, maar komen. Want precies. dan hoef ik er dan alleen maar ja. bij te blijven. Ja. En dan, uh, nou, achteraf stellen we dus vast, we hebben daar allebei wat tempo laten zakken. Um, ja. Ik dacht, in het kader van psychologische oorlogvoering, als ze erbij komt, dan zeg ik het er meteen. <laughs> Zeg ik nou, hey, leuk om je te zien. Als je wil winnen, moet je eerst nog een gat van, van 30 seconden slaan. Zij, dat heb ik ook gezegd. Zij zegt achteraf dat ze dat niet verstaan heeft. Nee, heeft Jammer. Blijkbaar. Um, <laughs> maar ik hoor nu dat ze eigenlijk nog een denkfout maakt. Want als ze denkt dat ze mij kan verslaan in de sprint. Ja, dan, als er nou uh, één ding is wat ik goed kan, dan is het sprinten. Ja. Dus uh, ja, je ziet ons hier in de foto uh, in de ja. bocht voor de finish. En, jij, uh, en uh, ja. Dennis Schipper zei al, uh, is het een klassieketje Wie de bocht heeft, heeft de finish. Ja, dus zo was het ook. Ja. Ik zag jullie ja. Dus ik ja, was ja, ik kwam er met mijn eerste tegen. ronde bezig. En uh, ja, toen, toen zat er inderdaad denk ik nou 10-15 meter tussen of zo. Ik denk, ja. nou, dat kan nog wel een interessant dat kan interessant tijd worden. worden maar... ja, ja, ja. Nou, was het ook. Was ja. ook leuk. Ik vond het ook leuk. Ja. Maar uh, ja, je moet soms uh, de race maar al op een ander moment dus, uh, beslissen. Uh, maar liste is ergens bij het zwemmen ingehaald. Ja, want ja. in de eerste wisselzone ging ik weg. Ja. Toen hoorde ik haar bij haar tassies aankomen. Ah, ja. En toen riep ze nog, nou, hé, zet hem op, Gerrit. Nou, ja, misschien ja. lief bedoeld, of misschien ook een stukje ja. oorlogsvoering zit vlak achter je. Ik dacht alleen maar op de moment, en, zo, en die toen, heb ik vast. En toen je met die fiets in die hek uh, verdween, en, uh, dacht, keek je toen niet even achterom? Nee, 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 ik had, nee. Ik moet nee. zeggen, ik, sorry Marlis, maar ik was haar helemaal nee. vergeten. Ja. Ik had eigenlijk bedacht meteen, ik heb er En ja. die komt er ja, nooit ja, langs. Ja, ja. <laughs> ik had niet gerekend, even kudos aan Marlis, die liep echt hard. Ja. Want ik liep rond de 4 minuten 20 uiteindelijk. Ik heb de tweede kilometer liep ik 4:11. Maar ik merkte toch, ik was wat van, toch een beetje ontdaan van die crash. Ja. Hè? Ik, 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 was, uh, ik zat in de tweede. Oh, dat is ook wel mooi. Dus ik, ik voel, ik ben gecrashed. Ik proef bloed. Ik denk, oh ja, maar nu zit ik vol in de adrenaline. Dus ik, kan, ik heb toch niet door wat er met me aan de hand is. Dus ga maar door, zolang het gaat. Toen zat ik naast de jongen. Ik zat op de grond even mijn véten strikken. Dus ik zei tegen hem: ik zeg, zo, dat was even een crash. Ik zeg, uh, ik bloed of niet? Toen keek hij me zo eens aan. Hij zo, ja, maar het stroomt niet. Ik zo, nou mooi, dan kan ik wel door. Ja. <laughs> dus, dus toen ging ik door. En toen was ik natuurlijk de eerste kilometer. kink ook een beetje naar het publiek. Ja. Ik denk, hoe zie ik er uit ja. als mensen ja, echt zo denken he. van, wow, deze gast. Maar dat was allemaal niet. En ja. achteraf weten we ook, het viel natuurlijk allemaal wel ja, mee. Een heel beeld van je. Ja, nee, ik hoe, raakten, hoe, ja, ik weet niet nou, hoe ik eraan nee. toe ja. ben natuurlijk. Ik weet ook niet hoe erg het is. Geweldig. Maar uh, dat viel wel ja. mee. En ik zei het al, in de voorbeschouwing had ik uh, twijfel. Uiteindelijk, en, en daar zit toch weer, daar baal ik een beetje van. Daar zit echt weer een ongestoerde denkfout. <laughs> Want ik heb dus triathlonschoenen schoenen met snelveters. Ja. Die klats ik aan. Ben je weg, hoef je niet te strikken. Maar die vind ik iets minder comfortabel. Dus ik zeg al in de voorbeschouwing: nou, ik ga voor mijn meest fijne kipchoker schoenen. En daar zitten veters op. Vorig jaar heb ik een half triathlon gedaan. Toen heb ik gewoon geaccepteerd. Dus prima. Dan strik ik mijn veters van op een halve marathon. Dan heb ik daar zoveel plezier van. Niks aan de hand. En ik heb wel eens vaker in deze uh, podcast gezegd: die dikke Nike's. Die hebben geen tong, ja. dus die kun je niet goed open trekken om erin te komen. Dus daarom heb ik daar ook geen triathlon in. Achteraf denk ik, dat is een denkfout. Want als ik accepteer dat ik die schoenen aan ga doen... dan neem ik dus ook aan dat ik ze aan ga krijgen. Want ja. anders ga ik ze niet aandoen. Dan had ik dus best er toch wel triathlon in kunnen doen. Zeker als ik accepteer, je moet even rustig gaan zitten en wat aandacht ervoor nemen... Want, Jurgen, wat gebeurt mij nou? Nee. Ik loop de wisselzool naar. Ach. Pats, rechter veter los. Serieus? Ik denk, oké, okay, ja. kan, kan nog ja. gebeuren. Hè? Kan nog gebeuren. Ik zei het al, de kracht van goed wisselen is niet snel doen, maar in één keer goed. Oké, okay, klein foutje. Veter gestrikt, door. Maar op kilometer uh, vier of vijf, ergens in die komt rijden. Pats, linker oh. los. Nou, nah, krijgen we nou snel gestrikt. Hoor je het al? Fout. Ja. 200 meter verder los! Maar doe je geen, geen dubbele die... knoop dan of zo? Ja, toen dus wel ja. de derde keer. Maar dat is dus de tip. Okay. Hè? Daar gaat hij weer. Wist de... ik Principe moet zijn alles in één keer goed. Ja, dus ja. als je dan toch gaat zitten, doe dan meteen ja. die dubbele knoop, ja. dan ben je er ook vanaf. Ik ben uh, ja even uh, aan het andere spectrum, aan het eind van het spectrum. Ik ben gewoon rustig op een bankje gaan zitten, want ik denk ja, als ik op de grond ga zitten bij het wisselen van mijn ja, fiets, ja, ja, ja. dan zou die krampen wel eens in kunnen schieten. Dus ik ging daar uh, gewoon op een bankje, ik zat naast een belg volgens mij. En we zaten een beetje te geijnen van, oh ja, want de blauwe tasje was voor de fiets en de rode voor. Uh, dus die had ik. Oh ja, okay. toen ik pakte mijn rode tasje. En toen zei ik tegen hem: Ja, ze zullen toch wel niet checken of de, dat je, je fietsspullen in je blauwe tasje terug doet. Want ik doe ze gewoon in mijn rode. Dus, <laughs> nou ja, dat gesprek heb ik nog met hem. En hij zei: Nou, volgens mij doen ze dat niet. Dus. Uh, daar zat ik ineens dan over na te denken. Blauw is fiets. Moet dan je helm terug, nee, terug in, in je blauw. blauw? Nee, alles mag niet. Nee, worden. maar dit, dit vond ik even heerlijk. Want ik ken dat wel. Dat gedoe van op de grond zitten. En dan je schoenen aankrijgen. En dan. Ja, Weer opstaan. Uh, ja, precies. Dus uh, ja, zo kan het ook. En. Uh, nou ja, en lekker gewoon je dubbel hebt lekker gelopen, hè? Dubbele knoop jezelf. gedaan ja, ja, en ja, precies. Uh, nou ja, ja, en toen dacht ja, ja, ja. ik, dat oh, is allemaal in orde en uh, ja. Moest ook zo lachen op strava kreeg van Eelco Simon, Simon ook de tip. Hey ken je dit triatlonveeter? Ja ja. ja. ja, ja. <laughs> ik heb alleen gewoon een denkfout gemaakt, dus er niet in gestopt. Ja. Nou dat gebeurt me ook niet meer. Kan gebeuren. Ik vond het lopen trouwens wel weer heel prettig ergens, omdat je gewoon uh, heel overzichtelijk. Ja. Ook al is het, en juist, misschien soms is het wel fijn om uh, heen en terug te lopen. Ja, ik ben dol op rondjes. Je ja. ziet mensen weer uh, de, dezelfde. Nou, had ja. Marco zag ik als eerste, daarna heb ik jullie gezien. Nou, dan op een gegeven moment denk je, zie ik Marco nog een keer? Ja, zeker. Ja. Uh, alles door elkaar heen vond ik ook leuk. Die 73, ja. de eerste dame kwam en de tweede, want die hadden fietsers bij zich. Ja. en Dat soort dingen. Ja, uh, publiek langs de kant natuurlijk. Hij maakte ons uh, vooraf uh, druk ja. of het uh, druk zou zijn op ja. het lopen cour. Op een gegeven moment een beetje, maar dat ja. ging wel toch. Dat nee, dat was maar prettig druk. Ja, en ook, ja, ja. Uh, nou, je ziet het uh, op die foto ook gewoon veel mensen langs de kant. Ja, goede sfeer gewoon. Uh. Ja, over veel mensen op de kant. Dat, dat is ook echt nog wel een moment wat ik aan deze herinner. Dat is mijn beeld, denk ik. Op een gegeven moment, wederom, ik zit redelijk voorin. Dus de echte snelle, die waren al op het lopen Maar het was, wij, 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 het was echt nog rustig, ja. zeg maar. Je merkt Wat jij bij... bent overal hoeveel geëindigd. Uh, dertiende op één seconde dertiende ja. op, één seconde op één seconde van de nummer 12. dus dat, dat was het feestenstuk uh, ja. ja tuurlijk wat, ja. dat, dat je ja. een van de eerste uh, ja. bent zeker, voor zeker. iedereen daar ja. en dus dat maakte dat ik ook in het uh, lopenkoor dus we gingen een keer langs de stadstrand dan weer ja. terug en dan ging je weer het centrum in ja. centrum van hoorn en dat stuk ook weer liep ik helemaal alleen en toen kwam je daar bij dit grote centrale marktplein met al die terrassen ja gaaf hè ja en ik merkte al een beetje dat het publiek enthousiast was. Ik vond het ook wel leuk. Dus ik deed, uh, ik had op fiets natuurlijk ook al een keer 'goedemorgen horen geroepen. Dus ik deed nu weer een beetje met mijn handen al wat. Toen gingen ze al. Dus toen riep ik daar op dat plein ook een keer, hé, hey, goedemorgen horen. Toen ging dat hele terrassenplein juichen en klappen. Nou, ja. ik had echt kippenvel over mijn hele lijf staan. Enorme erop, dacht ik. Dit is het wel, ja, toch? Ja, dit was het zeker. Maar ja. ook, want ze klappen voor iedereen. Dus je kan gewoon als amateur recreatieve sporter. Ja. Een soort topsportbeleving krijgen. omdat al die mensen jou toe gaan juichen. Ja, dat ze waren wel, wel betrokken. Je kan ook hebben dat mensen op het terrasje zitten. en denken: ja, ik weet niet Sukkels. wat hier aan de hand is. <laughs> ja. maar wat doe je jezelf aan? Ga ja. lekker zitten en uh, ja. neem een biertje of een kop koffie. Ja. Maar niks daarvan. Die mensen waren echt wel uh, aan het kijken. Ja. aan het applaudisseren, aan het aanmoedigen. En je had aan, twee plekken eigenlijk uh, ja. waar je door de ja. terrassen liep. Hè? Al in het begin van het rondje, zo langs het ja. water kwam je over het terras. En gewoon vlakker langs liep je ja. ja, ook. Ja, Letterlijk langs de tafels. Ja, zeker. Ja. Ja, vond ik heel leuk. Ja, ja. Hey, en dan, uh, ja, je noemt het al, ik was dertiende overal. Uh, maar dat doen ze niet aan bij Ironman, heb ik geleerd. Het is leeftijdscategorieën. Ja. Ik vroeg ook even aan Marco uh, wat zijn resultaat was. Nou ja, geheel onverwacht een podium. Die zag ik niet aankomen, eerlijk gezegd. Uh, dus dat was, dat als je nu hebt... Ik dacht eerst toen jij zei van wat is nou het moment wat je gaat herinneren. Nou, het moment waarop ik tot de ontdekking kwam dat ik derde was. Dat is ook wel een moment... Maar... Dan zag ik de vraag nog eens, dat, dan denk ik: ja, dat is geen beeld. Ah, allebei, is goed. allebei goed. <laughs> maar die, die, die zag ik echt niet aankomen. Nee. Dat ik hier op het podium zou eindigen in mijn, uh, in mijn leeftijdscategorie. En hoe voelde dat? Ja, dat is toch wel een soort vreemde gewaarwording. En wat ook wel iets losmaakt dat je denkt: hé, hey, dat smaakt naar meer. Uh, hoewel dat ook niet zomaar gaat gebeuren, denk ik, De verschillen waren best groot. En uh, het is natuurlijk een relatief kleine race, ook omdat je de de 51-50 doet met minder deelnemers. Dat dat blijkbaar dan ineens kan gebeuren. Uh, ik heb bij die halve in Duitsland wel eens naar de uitslagen zitten kijken. Nou, daar kom ik echt niet in de buurt van een podium uh, met de deelnemers zelf Dus daarom had ik het ook niet verwacht. Maar goed, dat blijkt dan toch te kunnen. Dat was grappig. Ja, heel herkenbaar. Dat had ik ook. Uh, je doet het er niet voor. Ik kan mijn eigen prestaties echt heel goed relativeren. Want een 10 kilometer nee. ja. rennen in 4 minuten 20 de kilometer is echt geen topprestatie. Maar ja, 80% van succes is showing up. En de goede wedstrijd. Dat Ja, nee, ik, ik, ik herinner me, jij zat daar op de grond na nou, de finish natuurlijk. Nog een beetje na te bloeden en <laughs> uh, na te denken: wat is hier allemaal gebeurd, et cetera? En toen op een gegeven moment, nou, we hadden spullen verzameld. Van, nou, toch maar eens kijken van wat we, wat we, hoe we gereist hebben. En toen zei hij, jij, Even rek? We, staan in, we, we moeten blijven, want straks om 12 uur is de prijsuitreiking. Want uh, dat, we, we hebben prijs. Ja, ja. Jo, Johan Groen uh, riep het al ja. toen ik over de fiets kwam. Hij zei: Je bent tweede. Ja. Ik zei, nou, ja. En, maar ja, 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 het is natuurlijk een tijdreed format. Dus ja. er kan nog iemand onderdoor ja. duiken. Ja. Ja. Ja, op een gegeven moment duurt het dan zo nee. lang. Denk je nou, ja. nu uh, toch echt ja. niet meer, denk ik. Ja. Dus dat is wel heel grappig. Um, maar Liz, daar heb ik ook een finishfoto van en op het podium. Uh, sommige mensen vroegen zich af bij die foto's: wat, wat staat er nou voor ratje toe? Bij haar staat ook één man erbij, bij mij ja. staat één vrouw ernaast. Maar dat komt dan omdat die andere mensen zijn al naar huis of zo, of die hadden niet door dat het aan de hand was. In principe ging je met de heren en dames samen op het podium. Vroeg nog even aan Melis of ze nog iets geleerd heeft voor volgende triathlons. Nou ja, sowieso dat spel met die zakjes. Daar ben ik wel blij om omdat ik dat dus een keertje gedaan heb. Uh, om erachter te komen van nou, dat, dat is ook een uh, prima transitie, zeg maar. Um, en wat ik wel echt als les meeneem is dat je soms nog beter moet bedenken van wat een moet mijn tactiek zijn. Eigenlijk een beetje het schaakspelletje, hè, de denksport die je ook nog uh, bij uh, triatlon kan komen kijken. Dus dat je het soms niet eens per se uh, beter moet doen, maar nog slimmer. Dus ja, ja, dat heb je me wel geleerd, Gerrit. Je hebt me mijn lesje geleerd, ja. Weet niet voor niks. Slimmer presteren <laughs> ja. natuurlijk. In tegenstelling tot een andere pod podcast die over uh, beter gaat. Ik vind wel leuk deze foto. Dan zie je dus onze tijden op het bord staan. En dan zie je dus ook uh, die 25 seconden verschil. Ja. Terwijl we tegelijk over de streep komen. En uh, ja, nou ja. Kijk, ik realiseer me ook. Dit is natuurlijk super, super smal toepassingsgebied. Maar goed, voor degene die ooit binnen de Ironman in West-Friesland willen racen, kun je dit in je voordeel gebruiken. Ja, dit is, ik kijk er natuurlijk met een heel andere blik naar, want ik ben, ja, voor mij uh, is het gewoon heel individueel ergens. Ja, je loopt gewoon jouw tijd, zeg maar, maar uh, er is verder geen, geen wedstrijd. Maar zoals bij jullie inderdaad, dan kan er nog uh, een, een gereest worden en ja. dan, dan eens kijken hoe je peest en wanneer haal je elkaar in en ga je erop en erover. Precies, of, uh, een uh, tip voor uh, vriendengroepen die uh, ja. in de toekomst uh, gaan meedoen. En dat is extra leuk als je aan elkaar gewaakt bent, denk ik. Ja, ja en, uh, zeker, zeker, ja. zeker. Ik had, uh, ik had nog één verhaal dat ik dacht, oh ja, dat had ik in mijn notities gezet. Uh, wij stonden in te checken op zaterdag. En toen kwamen we volgens mij een, een vader en een neef, of weet ik veel, in ieder geval twee vrienden van Wim tegen. En toen hoorde ik het verhaal van Wim, want Wim had een mooie nieuwe racefiets gekocht met elektrisch schakelen. Ja. En ik ben dol op dit verhaal, want ik heb dus ook dit jaar een nieuwe race, of een ja. nieuwe tweedehands racefiets gekocht. En een van mijn zoekcriteria was: niet elektrisch schakelen. Want dat is weer iets wat kapot kan gaan. En wat was het verhaal? Ja, hoor. Wim, zijn schakelsysteem was leeg, ja. hij had zijn oplader niet bij zich. En uh, de, hij stond op het kleine blad voor, kon hij hem niet ja, afkrijgen. Dus, kwam hij uh, pas op zondagochtend achter, hè? Wat nee, ik kwam zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag, oké. Okay. Uh, ja, dat hoorde bij zondagochtend, ochtend, ja. hoorden we dat verhaal. Ja. Ja. Dat is gewoon, dat is wel de angst, hè? Daarmee zat ik wel even nog in mijn bed, terwijl ik toch niet goed kon slapen van... What if, hè? Wat is toch weer een scenario? Dat je die fiets daar dus morgen laat staan. Morgen vroeg moet ja. jij. Uh, wat moeten we morgen vroeg doen? Dan gaan we weer naar de fiets en dan gaan we de, de, de tassen ophangen. Dan ga je bidon op je fiets leggen. Stel je komt daar en je hebt een, een lekker band of ja. iets anders. Hè? Ja. Of je fiets is. Nou ja, weet ik het. <laughs> Nou, gelukkig gebeurde dat allemaal niet. Nou, maar in, in zijn geval is hij er dus achter gekomen. Ja, shit, euh, batterij leeg. Ja. En dat hoor je zo vaak van die dingen. Ja, volgens mij dat Marco dus zei. Ja. Of dat wilde jij nu vertellen. Ja, ja, vertel. Die suggereerde van ja, waarschijnlijk kan de mogelijkheid is dat je hem dan uh, heb je hem neergelegd in je auto. Precies op die uh, de knop uh, die je gebruikt voor het elektronische schakelof. En, en, en dat daarmee die batterij gewoon leeggelopen is tijdens dat autoritje. Ja. Mogelijk, ja. Mogelijk iets voor uh, mensen om op te letten. Ja. Anders zeker je laden mee, maar dan moet ik nog bedenken waar ga je die dan nog opladen. Ja. Volgens ja. mij kan het ja, niet. Ja, mooie Powerbank erbij ja. hebben. Ja. Um, wat over de fiets, wat wij ook deden zaterdag, is de bandendruk eraf ja. laten lopen. Want het, ze stonden daar nog in de zon. Het wordt s'nachts weer koud, s ochtends weer zon. En dat kan ook heel goed, want 's ochtends zijn er heel veel fietspompen ja, en kan ja, je ja, nog ja. even je banden op spanning ja, zetten. Ja, ja. Dus dat is nog wel een hele praktische tip. Je ja. moet er ook niet aan denken dat je een keer een nacht met storm en onweer hebt. Uh, hoe die uh, er dan bij ligt. Doen, maar ja, ja, de nou, nou, ja, ja, kans is klein is. in de zomer, maar zeggen. Ja, um, ja ik, denk ik denk dat we er zijn. Ik heb gisteren nog een mooie ChatGPT-feature ingezet. Ik heb de transcriptie van onze voorbeschouwing even gepakt. Die heb ik door. Chat GPT getrokken en gezegd. Welke vragen moeten wij in onze nabeschouwing nog op terugkomen? Dan zegt Chat, jullie moeten het hebben over de self-seeded rolling start. Nou, volgens mij hebben we dat gedaan. Onze ervaring met de zakjes. Ja. Nou, daar zijn we ook allemaal eigenlijk. Hè, dat was wennen, maar dat gaat eigenlijk heel goed en fijn om een keer gedaan te hebben. De wissels, of dat nog bijzonder was, hebben we het over gehad. Nou, voeding en hydratatie. Daar hebben we natuurlijk was ook in de voorbeschouwing een soort ja. laatste. Oh ja, <laughs> hoe gaan we dat doen? Ja. Uh, hoe heb jij dat gedaan? Heb jij daar nog issues mee gehad? Ging het soepel? Uh, nou ja, goed. Het, het is natuurlijk waar, waar we het over hadden: van ja, alles, alles is te krijgen daar. Hè? Al bij het fietsen kun jij je je gelletjes of je zelfs je bidon water, et Toen zei we al: ja, tijdens fietsen vinden we dat handig. Niet gedaan, toch? Vond ik niet handig ook, nee. want ik twijfel, ik zag hem aankomen, maar ik zag wat mensen staan. Ik, maar ik zag eigenlijk niemand afremmen of noem maar nee. op. Dus niet gedaan. Uh, bij het lopen ja toen had ik alleen maar water nodig omdat het ook, toch wel warm te werd cool, hè? en ja, genoeg gegeten op de fiets ja. en dan uh, is het heel overzichtelijk na twee keer weet je van ah ze beginnen met water en dan gaat uh, sportdrank, sportdrank, cola, de sportdrank de moorten komt langs <laughs> en uh, precies en dan uh, ijs en op het eind komt nog een keer water ijs? ja oh die heb ik gemist is ijs. een oh, referentie van uh, Marlies ja. ja. en uh, ja en, en wel zo fijn en ja goed achter natuurlijk, ik hoefde niet bij elke post, want er waren er rijkelijk veel. Maar ik snap ook wel dat ze dat na aanleiding misschien van vorig jaar doen. Ja, uh, ja dat maar is wel, wel belangrijk. Mochten nou beginnende triatleten ja. die een debuut gaan maken bij deze triathlon in de toekomst dit luisteren. Het is echt niet nodig om bij iedere nee. post jezelf te bevoorraden en te forageren. Uh, ik denk dat het heel fijn is als je het zwaar hebt dat je van post naar post kan. Precies. Maar als je daar alles ja. iedere keer in je gaat stoppen, dan nee. ga je over nee. hemmen, denk ik. En de meeste namen ook wel water, zag ik. Ik ook, dus om te die... koelen. En juist om ja. over ja. je heen te gieten. Ja. En, uh, ja. 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 en dan na de finish was ook goede keten. Ja. Het was ik gewoon een me. heel voetdruk ja. ja. Met friet, bier, fris, ja. ijs, ja. Uh, brownies. En dan mocht je gewoon allemaal pakken. Heerlijk. Heerlijk. Dat is dan en dan weer die productie Ik moest ook zeggen, mensen bleven ook wel hangen. Ja. en juist omdat er denk ik familie, fans, noem maar vrienden waren er heel veel. Ja, dat ken ik niet zo van andere tritels, het is Dus toch inderdaad vaak van nou, uh, ja. ja, even een klein praatje en that's it. En weer uh, snel naar huis. Ja. In dit geval, ik, ik vermoed, ja, wij gingen uiteindelijk zo rond één en twee daar uh, liepen naar de onze, onze fiets. Ja. Waren er natuurlijk mensen bezig ook nog. Ja. En uh, dat is dan ook wel mooi, want je loopt daar eigenlijk weer door de stad. De terrassen zijn nog steeds gevuld. En, uh, en die mensen, ja, die, die worden ook nog die aangemoedigd. Uh en dan denk je, oh ja, natuurlijk, die, die hebben nog een half gaan. Die zijn nog bezig. Te die zijn een half aan het doen. Ja, doen. Ja, ja. Dus ik denk dat het tot uh, uh, later onrustig bleef in horen. En, uh, ja. Jij ja. zegt: uh, Ken ik niet van andere triathlons? Ik uh, ken niet alle triathlons, maar ik ben ja. goed bezig zoveel mogelijk te doen. Zo ga ik bijvoorbeeld morgen naar Holte. Mm -hmm. En wat ik lees in de deelnemersinformatie van Holte is dat ze daar toch ook wel inzetten op Atletenfeest. Ja, nou. Hè, dus wij hebben de laatste serie, ik start vrij laat, uh, begin van de avond. Dan is de prijsuitreiking. Ik denk, nou, wie weet. Maar die ja. is pas uh, volgens mij tegen acht uur. Oh, manier, en dan ja. is er ook echt feest met ja. DJ's en uh, weet ik het allemaal. Nou, dus ben uh, benieuwd. Maar ja. goed, Holte is natuurlijk naast nu Ironman West-Friesland. En ik denk Challenge Almere ook wel echt een icoon ja, op een de kalender week. natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus dat ja. uh, is ook wel een bijzondere. Uh, en alle triathlons die nu denken: hé, hey, hoezo noem je ons die? Ik ga ja. niet alle mooie, goede triathlons van Nederland noemen. Uh, er zijn er heel veel. En triathlonsport is fantastisch leuk. En ik wil iedereen uitnodigen om daar uh, nieuwsgierig eens wat stappen in te zetten. Um, ik denk dat we hem uh, rond hebben. Ik kijk ik op de klok. Het is weer uh, net iets meer dan een uur geworden. Um, ik wil nog even heel erg uh, expliciet Jasper Bulteel bedanken. Luisteraar en vriend van de show. En hij was het die dacht: hé, hey, dit is handig. Zal ik uh, de Slimmer Presteren Podcasters uitnodigen hier bij ons in de gemeente? Mag je vaker doen, uh, Jasper? <laughs> ja, bij deze. Precies. En. Uh, ja, ik denk dat uh, als andere evenementen het leuk vinden om ons te laten racen, uh, bel of mail uh, gerust. En dan uh, zullen we eens kijken wat we kunnen doen. Onze uh, beschikbare tijd is natuurlijk beperkt, maar ja. uh, zo links en rechts is... Uh, nou, denk jij dat je vaker een uiwemmer gaat doen? Ja, daar hadden jullie het over, hè? Ik uh, ben er nooit... Ja, daar, daar ga je al snel over. Dan moet het die 70.3 worden waarschijnlijk. Ja, dat Toch? denk ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja wel weer je, nog kostbaarder. Nou ja, ja het is, kijk ik werk niet met bucket lists dus het hoeft voor mij niet van nou dit, dit staat erop en uh, maar inderdaad in uh, wat jij aan het begin een beetje zei, zei van nou je weet wat je krijgt, je weet wat het format is, uh, laat je een beetje lekker uh, verwennen eigenlijk ja, dan zou het best tot de mogelijkheid kunnen behoren, waarom niet? Maar dan niet. Het hoeft niet jaarlijks te zijn. Of het is nee, af nee, en se toe is. En maar, ik kan me uh, voorstellen, ja. we hebben binnen onze triathlonvereniging UATT natuurlijk dit jaar een groep gehad. Die, ja. die met z'n tien of twaalf gingen naar een buitenlandse Ironman. Op die manier is het zoiets. Wel ja. uh, en je kan dus ook met een groep naar een binnenlandse Ironman in West-Friesland. Ja. Ja. Maar zoiets lijkt me wel een, een soort toffe tractatie. Ja. En inderdaad, ja. misschien niet ieder jaar, maar uh, om de ja, twee jaar. Of, uh, ja, met een, uh, met een vriendengroep of... Uh, ja, ja. Nee, zeker. Om dat, en te combineren met een bezoekje naar Amsterdam dan, hè? Ja, precies. Ja, <laughs> het is wel echt een, een heel tof weekend ja. weg. Ja. Um, ik ga afronden, maar ik zit even te twijfelen. Volgens mij moeten we nog even stel uh, hebben wat achterstallige informatie. Of uh, administratie, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ik noemde namelijk al dat Jasper Wilteel vriend van de show is. We kwamen ook in Horen weer opvallend veel ja. mensen tegen die ons kenden of herkenden omdat ze naar de podcast luisteren. En ook een aantal vrienden van de show. Dat was één iemand, ik weet nu even niet meer hoe die heet, maar die wilde wel met ons op de foto. En toen zei ik ben je vriend van de show en dat was hij dan niet. Toen zei ik nou dan moet je nu maar fixen. In dit ja. lijstje zit hij nog niet, maar degene die uh, recent onze kop of een pot koffie hebben gegeven zijn in ieder geval. Kijk of je ze kent Jurgen, of als je nu luistert, kijk of je bekende naam hoort. Joost van Ballen wil ik noemen. Robert Trommel. Een, een menno. We hebben al diverse menno's. Ik kan er zo al twee voor de geest halen. Dit is misschien een derde menno, vriend van de show. Harm Verhoeven werd vriend van de show. Raymond Rijk. En die ken ik dan wel. Die uh, Zeeland is betrokken ja. bij uh, de kustmarathon. Gaan we waarschijnlijk ook iets moois doen samen met zijn uh, bedrijf uh, ZLM. Sander de Bruyne werd vriend van de show. Timo werd het. Gok dat dat dan Timo uit uh, chapter uh, mm -hmm. Amsterdam Haarlem is. Uh, lekker fantiek. Berry van Holland, Tom en Edwin. Die schonken ons allemaal een pot koffie per jaar, waardoor zij een kopje gratis terugkregen en wij maar één keer transactiekosten betaalden. Dus uh, tot zover. Welkom bij de club. Welkom in onze Strava club. Welkom in onze WhatsApp communities. En uh, we hebben. Uh, ik kijk even naar de. Ja, de, ik zet op de, het agenda? scherm uh, belangrijke ja. data de om kalender, te noteren. Nou. Waar gaan wij mensen, luisteraars, vrienden ja. ontmoeten? Morgen. Ik zit uh, in concentratie morgen. Ja, dus, ik ga naar Holten. Uh, ja, uh, naar ik weet naar de Ik zit helaas, want vanuit de reputatie van Holten dacht ik nou, dat wil ik ook een keer ja. meemaken. Ik kon me niet meer inschrijven voor de Olympische afstand, dus ik zit in de 1/8e. En toen kwam ik er eigenlijk deze week pas achter. Dat is wel echt een race helemaal gericht op debutanten en mensen mm. kennis laten maken met triatlon. Dus wij zwemmen in een zwembad. Ah. En uh, we hebben een prachtig mooi één rondje fietsparcours over de Holteberg. En dan uh, lopen we twee rondjes. En ja. dan, dan kom je het stadion in. Ik kreeg heel even illusies dat ik dacht: oh, als het zo recreatief is, ja. misschien wel weer podium. Ja. Toen ging ik in een uitslag van vorig jaar kijken. Toen zag ik onze eigen UATT Charles. Ah. Die had hem ook gedaan, blijkbaar ja. vorig jaar. Die werd derde. Oh. Dacht okay, nou, als best... hij al derde ah, okay. wordt, dan ben ik kansloos. Ja. Tenzij ze daar ook weer hele smalle age groups uh, ja. gaan ja. hanteren. Ja. Oh, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Uh, de week daarna nog een keer racen bij de Maastriathlon. Uh, net over de grens in België. En die vind ik leuk. Want dat is, uh, daar mag je steren. Ja. Dus daar gaan we op oh, de leuk. Vlaamse. Hè, de, oftewel, daar mag je wel uh, bij ik mensen de Dus Ik zit dus de, de dag bij uh, in Zoelen. Oh ja, daar heb je in het lijstje uh, staan. Uh, ja, leuk. Ja. En dan, we roepen het nog maar een keer. 6 augustus. Dat is dinsdag 6 augustus. In de tweede week van de Olympische Spelen. roepen we jullie op om naar Arnhem te komen. Het marktplein in Arnhem staat een groot stadion. En daar gaan wij de slimmer pasteren Olympische pubquiz spelen. Dus uh, als je in Nederland bent, niet op vakantie, uh, kom vooral die kant op. Misschien kunnen we daar een wedstrijdje uh, fietswissel doen, zeg maar. Daar, ja, dat ja. we even demonstreren hoe <laughs> ja. dat moet. Ja, er ligt dus zand, hè. Want later ah, is op diezelfde plek ook niet. het EK beachvolleybal. Ja. Okay. Dus uh, ik, ik weet niet of we genoeg verhard oppervlakte hebben uh -huh. om uh, dit te demonstreren. En dan gaan we in het najaar. Ik heb uiteindelijk nog Fenenaal erbij okay. gepakt. Ik ja. denk, ik wil gewoon veel racen. Dit is waarom ik train. Dan gaan we natuurlijk 31 augustus naar Renkum, de ja. cross triathlon. Daar zijn Zou volgens mij veel luisteraars. Onder andere Marijke Rijke Zeekant stuurde ons uh, al een berichtje. van uh, Ik zie jullie daar. Um, die dag daarna is Keistad, maar ik doe niet mee. En jij, volgens mij. Ook nee, niet, uh, uh, twee triathlons achter elkaar. Oh nee, dat is dat natuurlijk twee dagen uh, achter elkaar, veel te gek. Ik ben in Zutphen op 1 september. En het weekend daar, oh, is Keistad er op 1. Ja, ja die ja, zitten eigenlijk ja. een week quote-unquote vroeger. Dat is niet nee. waar, want zij zitten altijd op de eerste zondag van september. Ja. Maar dat valt nu net lullig. Ja omdat die laatste zaterdag ervoor valt. Nee, want het weekend erop heb ik die als swim in ieder geval. Als weet ah, ja. ik, 6-7 september. Kortom, ja. genoeg redenen om door te trainen. We zitten op aflevering 188. Nog twee voor de zomervakantie-seizoen uh, 9. Dan nou gaan we in augustus aftrappen met seizoen 10. En dan zijn we al heel dichtbij, zaterdag 19 oktober. Ons live-evenement rondom de 200ste aflevering. Ik hoop dat daar zoveel mogelijk mensen bij zijn. Uh, stel je kaartje veilig via de webshop slimmerposteren/slimmer uh, nee slimmerpodcast.nl/slash webshop. En daar zie je ook de kaarten voor de 200 En dan kom je op de website aanmelden.nl. Kun je meedoen. Als je nou nog uh, aanvullingen, vragen, opmerkingen hebt, ga dan naar onze social media, slimmerpodcast op Instagram of slimmerpresteren op LinkedIn. Zie je van iedere aflevering een eigen post, vrijdag, soms zaterdag. Ik vermoed dat het deze week ook weer zaterdag wordt, want uh, het is een drukke dag. Deze vrijdag. Um, en uh, je kan uh, daar reageren. Duimpjes achterlaten. Of je gaat naar diezelfde website. www.slimmerpodcast.nl Je pakt de pagina van deze aflevering. En ik zal van deze aflevering een mooie pagina maken. Waar ook die voorbeschouwing erbij staat. Dat alles mooi zo bij elkaar. Bijvoorbeeld als je in de toekomst uh, op weg bent. Naar de Ironman uh, West-Friesland. Kun je dat mooi als voorbeschouwing gebruiken. En je kan ons dus ook mailen. Met al jouw tips, aanvullingen, samenwerkingsvoorstellen. En andere, alle andere ideeën. Via post. At slimmerpodcast.nl. Jurgen, vijf kwartier schoon aan de haak. Mooi gedaan. <laughs> Het was weer een, uh, een mooi avontuur. Uh, Marlis, Marco, dankjewel. Jasper, nogmaals bedankt. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Wat goed dat je deze aflevering helemaal tot het einde uitluistert, want zoals gewoonlijk hebben we dan aan het eind nog een kleine luistertip uit het rijke archief van meer dan 180 afleveringen Slimmer Presteren Podcast. Jurgen, dit was een raceverslag, een terugblik van mm -hmm. hoe wij theorie naar praktijk brengen. Heb je nog een luistertip? Je ja, hebben er meer gemaakt natuurlijk, hè? van marathons, Rotterdam met name, en, uh, maar ook van trillons. onder andere die in Renkum, aflevering 67. En ik ben, ja, toen ging het maar een stuk moeilijker af, weet ik wel. Ja, je bent wel verbeterd. Ja. Het was de terugblik op de Renkumse Cross Triathlon in 2021. 21, Daar zie je het ja. al. Dat is drie jaar training ja. ben je verder. Aflevering 67, een leuk triathlon raceverslag.